Zo, dan zijn we inmiddels live. Dus even kijken of men al binnenkomt. Ja, gelukt. Ik zie dat we langzaamaan binnenkomen, druppelen. Ik zie Barbara, Richard, Anita, Francis, Peter, Marion, Edith, Manon, Jennifer. Hartstikke tof. Heel erg leuk dat jullie er allemaal zijn. Normaal gesproken gaan deze calls zo lang als we nodig hebben om alle vragen te beantwoorden. Vandaag is een beetje een uitzondering omdat ik vandaag een afspraak heb om 12 uur. Dus ik ga er wat sneller doorheen dan normaal. Of in ieder geval, ik wil er wat vaart achter zetten. Deze calls voor degene die hier voor het eerst bij is, werken als volgt. Wat je kunt doen is, ik heb gedurende de week vragen van jullie ontvangen. Dingen waar je moeite mee hebt gehad. Dingen waar je graag wat dieper op in zou gaan. Of wat hulp bij zou willen ontvangen. En die pak ik er vandaag bij. En daar ga ik wat dieper op in. Probeer ik uit te leggen. Het idee hierachter is dat je niet alleen je eigen vragen beantwoord krijgt. En daardoor vlot vooruit kunt. Maar dat je ook de dingen hoort van anderen. Waar andere mensen tegenaan gelopen zijn. Waar jij misschien in het vervolg nog tegenaan zou kunnen lopen. En daarom denk ik dat deze calls zo waardevol kunnen zijn voor je. En daarom raad ik iedereen aan om wanneer je kunt bij te zijn. Richard, goedemorgen. Heel erg tof om je te zien. Ik stel voor dat we maar meteen met de deur in huis vallen. Als je gedurende deze calls vragen hebt die je niet eerder al hebt gesteld, stel ze via de chat. Als je dingen hoort waar je dieper op in zou willen gaan of die niet duidelijk zijn, laat het me weten. Kortom, wees niet stil en wees lekker vocaal, want daar kunnen we allemaal het meeste mee. Ik heb een aantal dingen voorbereid waar ik wat dieper op in zou willen gaan, waarvan ik vermoed dat het heel erg waardevol gaat zijn. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eigenlijk simpelweg even een paar basisdingen herhalen. Overigens, ik ga ervan uit dat alles goed doorkomt bij jullie. Ja? Maar mochten er dingen niet goed gaan, vorige keer is bijvoorbeeld het geluid een tijdje weggevallen. Als dat soort dingen gebeuren, trek meteen aan de bel in de chat, want die heb ik nu tegenwoordig apart naast me staan op een laptop. Dus ik kan dat nu wat makkelijker zien. Dus dan weten jullie dat ook. Maar waar ik dus mee wil beginnen zijn een paar basisdingen die heel erg belangrijk zijn. En sommige van jullie, merk ik, hebben nog niet iedere keer meegekregen dat er een aantal hele basale dingen in de programmaomgeving staan waarmee je uit de voeten kunt. Dus die wilde ik eventjes laten zien. Dus ik pak even de screen share erbij. Klein momentje. Als het goed is zien jullie hier bij mij in beeld het dashboard van de programmaomgeving. En iets waar ik af en toe vragen over krijg, waar ik eventjes op wilde wijzen, is het volgende. Als je in de programmaomgeving naar het kopje toolkit gaat, hier, dan zie je daar naast de recordings van dit soort live calls die we nu doen, die komen daar altijd in te staan, en het aanvragen van een sales site, zie je daar het kopje downloads en extra's staan. Als je daar naartoe gaat, dan zie je een drietal tools die we hebben ontwikkeld voor jullie. En de middelste daarvan is een schematische weergave van het verkooptraject waar we aan werken. Okay? De bedoeling is dat dit schema binnenkort ook in gedrukte vorm naar jullie toekomt. Daar zijn we mee bezig om dat uit te werken. Dus dan weten jullie dat alvast. Maar in de tussentijd is het heel erg handig voor je dat als je werkt aan je verkooptraject, dat je dit erbij houdt als rode draad. En vandaag hebben we een paar nieuwe mensen die net zijn begonnen in de call aanwezig. Dus ik wilde eventjes een paar basale en heel belangrijke dingen behandelen. En dan kijk ik even Edith. Ik zie dat jij erbij bent vandaag. Edith, voor jou geldt bijvoorbeeld ook dat hierin een aantal heel basic dingen aan bod komen die voor jou op dit moment heel erg actueel zijn.
Want ik had gezien dat jij had ge-emailed over, wat onzekerheden over waar nou bijvoorbeeld jouw opt-in incentive over zou kunnen gaan. En hoe je dat het beste zou kunnen aanpakken. En toen zag ik dat je een aantal dingen hebt overwogen. Die wilde ik hier ook even aan bod laten komen. Want een van de dingen die jij had bedacht was bijvoorbeeld het aanbieden. Ja, hè, jij verkoopt onder andere sarongs, hè, geïmporteerd uit Indonesië. En je hebt daar gespen bij. En je was een beetje onzeker omdat je ook decoratie, thuisdecoratie daaraan toe had gevoegd als lijn. En je wist niet helemaal zeker wat nou goede opt-in incentives zouden zijn. Of het niet allemaal te veel gefocust was op alleen de sarongs. Of daaromtrent gemakkelijk iets te bedenken was wat je zou kunnen aanbieden als opt-in incentive. En daar wilde ik eventjes op ingaan. En dan wordt zo'n schema weer heel erg belangrijk. Want deze eerste drie blokjes hier, die vormen eigenlijk de kern van je hele verkooptraject. En wat daarin centraal staat, of wat daarin het belangrijkste is, is dat je een doelgroep hebt. En die doelgroep, die heeft een probleem. Dus hoe concreter jij kunt verwoorden waar jouw doelgroep tegenaan loopt in referentie naar jouw markt en jouw product, hoe beter het is. En in het geval van een sarong is dat niet, want dit is namelijk de valkuil, dat is niet altijd iets wat we in het dagelijks leven zouden verwoorden als een probleem. Maar het is eigenlijk wel een probleem. Noem het misschien, een beter woord is misschien een uitdaging. Dus in het geval van een sarong, wat in essentie een doek is, die op allerlei manieren omgeknoopt kan worden, om het middel, om het hoofd, om het lijf, enzovoorts, is een uitdaging daarbij misschien dat het een fashion item is, dat mensen die zoiets gebruiken, dat doen in een omgeving waar meerdere mensen, voornamelijk vrouwen in een omgeving, zo'n ding hebben, waarbij ze willen opvallen, waarbij ze anders dan anderen willen zijn, maar waarbij ze dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze niet weten hoe. Hè? Ik zit natuurlijk niet in jouw markt, hè? Dat is iets wat ik er altijd bij zeg, en ik moet alles doen op intuïtie, dus ik verzin on the fly dit soort voorbeelden. En misschien zit ik er wel helemaal naast, maar dit is de denkrichting waar je in moet zitten. Als jij zo iemand kunt helpen aan de hand van informatie om een sarong, hè, een doek, te gebruiken op een manier waarop een ander hem niet gebruikt, of hem toepassen op een manier waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden, dan ben jij een verrijking. Dan voeg jij iets toe en dan ben je van waarde. En die waarde is het ruilen van contactgegevens waard. En dan ben je eigenlijk rond. Hè? Dus je hebt een doelgroep met een probleem, in dit geval mensen met een sarong, die niet zo goed weten hoe ze zich daarmee zouden kunnen onderscheiden. Dat is een aanname van mij, dat weet jij beter. Misschien hebben ze een ander probleem. Vervolgens heb jij daar een oplossing voor, omdat jij daar bijvoorbeeld veel ervaring mee hebt, daar iets van af weet. Het is immers jouw vakgebied. En dit kun je vervolgens verpakken in een opt-in incentive, in een stukje waarde. En de reden dat ik jou, Edith, als voorbeeld neem, is omdat jij zelf aan hebt gedragen dat je misschien een heel specifiek soort gesp als opt-in incentive kon gebruiken. He, je had het over een gesp gemaakt van kokosnoot, die gebruikt kon worden om die sarong op bepaalde manieren om te binden. En dat vind ik een heel goed idee, maar wat je hierbij dus moet afvragen is het ontbreken van een gesp het probleem van een klant? En bewijs jij jouw waarde op de beste manier door, bij wijze van spreken gratis of voor een schijntje, gespen aan te bieden? Okay? Dit is het cruciale punt. Want waar ik vaak mensen fout in zie gaan, is dat ze denken, hé, ik heb wel iets tofs. Ik heb iets tofs liggen in mijn bedrijf, wat ik vrij gemakkelijk en laagdrempelig zou kunnen weggeven. Maar iets tofs is niet per se de oplossing van het probleem van je doelgroep. En weliswaar zou je er veel goodwill mee creëren. Weliswaar zouden mensen blij met je kunnen zijn als je iets gratis naar ze toestuurt. Maar dat betekent niet per se dat ze vervolgens ook klant bij je willen worden. Oké? Okay? In het geval van die gesp is er wel een denkwijze waarop dat misschien weer wel interessant zou zijn. Dus we proberen hierbij commercieel te zijn. En wat we willen bedenken is, hoe kunnen we dit nou presenteren op een manier dat men ook bereid zou zijn in de toekomst geld bij ons uit te geven. Nou, stel dat jij je sarongs verkoopt via internet. En stel dat jij mensen binnenhaalt op jouw e-maillijst door gratis die gesp aan te bieden.
Dan is het weer leuk om na te denken over het feit dat zo'n gesp eigenlijk niets waard is tenzij je een sarong hebt. En het feit dat zo'n gesp misschien wel heel erg specifiek goed staat bij een van jouw unieke sarongs. En dit is de denkrichting waarin je dan zou moeten zitten. Dus niet alleen hoe kan ik iets weggeven, maar hoe kan ik iets weggeven wat het probleem van doelgroep oplost, en hoe kan ik dat dan ook nog koppelen aan mijn commerciële doel. Oké? Dus dat is de uitdaging. En dat zijn deze eerste drie blokjes. Daarom is dit schema zo belangrijk en daarom hamer ik hier zo op. Je kunt niet vooruit in dit schema als een van de blokjes nog niet staat als een huis. Oké? Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Dus een ander voorbeeld hiervan, Marjon, ben jij bijvoorbeeld, even kijken of je er bent. Ja, je bent er. Marjon, jij bent hier een ander voorbeeld van. Als je, bij jou is dit gedeelte is helemaal klaar. Dit staat als een huis, dit weet je ook. Je kent de problemen van je doelgroep. Je hebt hier hele concrete oplossingen voor. Mensen reageren daar heel erg goed op. Heel veel mensen downloaden jouw opt-in incentive, schrijven zich in. Je verzamelt leads bij het leven. Dat gaat heel goed. Hè? Vervolgens komen ze in dit gedeelte van het schema. Oké? Dus we proberen hier, met dit schema proberen we je situatie duidelijk te maken. Oké? In jouw geval gaat het gedeelte van de landingspagina dus perfect. Hè? Daar komen bezoekers op terecht, in jouw geval via advertenties. Dus dit gedeelte staat bij jou. Dan komen ze op de landingspagina, dat gaat goed. Dan gaan ze van de landingspagina in jouw e-mailsysteem. Hè? Dat gaat ook goed. Maar waar het nou bij jou nog niet helemaal perfect vlot loopt, is de verkoop van het instapproduct. Dan heb je daar pas geleden een doorbraak in gehad. Volgens mij was dat gisteren. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Maar het idee hierachter is dat je af en toe dit schema erbij kunt pakken om na te denken, wacht even, er is van alles gaande in mijn bedrijf. Waar zit nu het punt wat mijn aandacht nodig heeft? En dan kun je de blokjes één voor één afgaan. Heb ik mijn doelgroep en hun probleem duidelijk verwoord? Antwoord, ja, oké, dan kan ik door. Heb ik een specifieke oplossing voor die doelgroep die ik gratis kan weggeven? Antwoord, ja, oké, dan kan ik door. Dat stukje, die oplossing, heb ik die verpakt in een vorm waarbij ik die kan ruilen tegen contactgegevens van mijn doelgroep? Oftewel, heb ik een opt-in incentive? Oké? Een opt-in incentive waar mijn doelgroep echt op zit te wachten. Hè? Is het antwoord ja, dan kan ik door. Heb ik een landingspagina waarop mensen technisch in staat zijn om hun contactgegevens te ruilen tegen die opt-in incentive? Oftewel, een inschrijfformulier met niet al te veel afleiding, met een aantrekkelijke headline eromheen waar mensen daadwerkelijk op reageren. Is dat het geval? Ja? Oké. Worden mensen dan op een fatsoenlijke manier ingeschreven in een marketingsysteem, in een e-mailsysteem? Is dat het geval? Ja, heb bijvoorbeeld Agile CRM of Active Campaign of MailChimp, een van die systemen. Is dat het geval? Ja, oké. Gaan ze nadat ze zijn ingeschreven op mijn e-maillijst, door een verwijzing naar de bedankpagina, hè, als ze dat formulier hebben ingevuld, automatisch naar mijn instapproduct, naar de verkooppagina van mijn instapproduct? He, dus de low-end sale, zoals die hier heet. Is dat het geval? Hartstikke goed. Dan is de volgende vraag. Verkoopt die pagina? Oké? En verkoopt die pagina in zoverre dat ik iets overhoud aan de kosten die mijn bezoekers me hebben gekost? Is dat het geval? Ja, hartstikke goed. Hoe gaat het dan met mijn upsell, mijn high-end sale? Hoe gaat het met mijn advertenties? Dus je ziet dat aan de hand van dit schema je stap voor stap kunt analyseren waar de pijnpunten liggen, waar de knelpunten zitten, waar het wel goed gaat, waar je al voorbij bent en waar je aan moet werken. Daarvoor is dit schema bedoeld. Ik raad iedereen aan, overigens, om hem af te drukken en bij je werkplek aan de muur te hangen, om jezelf te indoctrineren met deze denkwijze. Oké? Peter, jij vraagt wat de doorbraak van Marjon was. Simpelweg dat dit gedeelte, zo, dit wat ik hier aanwijs, dit gedeelte stond en de eerste verkoop was hier uitgekomen. Oké? Dat was de doorbraak. En dat is voor heel veel mensen best wel uitdagend. Want tot aan dit gedeelte, tot aan de landingspagina, zeg maar, is het allemaal redelijk recht toe recht aan. Waarom? Omdat daar vrij weinig inhoudelijke marketing kennis en overtuigingskracht voor nodig zijn.
vanaf de low-end sale, dan hebben we het echt over verkopen. Verkopen als werkwoord, hè? Verkopen als activiteit. Dan moeten mensen overtuigd worden van het feit dat het een goed idee is om geld uit te geven aan iets wat jij aanbiedt. En zodra je dat één keer is gelukt op niet een al te grote hoeveelheid bezoekers, dan is dat een hele significante doorbraak. En dat was het geval bij Mayon. Maar het is nog vroeg. Eén verkoop is nog niet, is nog geen zekerheid. Maar dat zegt wel heel veel. Want één verkoop is natuurlijk wel heel wat meer dan nul. Okay? Dus dat was die doorbraak. Dit wilde ik eventjes aanstippen. Vooral omdat er nieuwe mensen zijn. En omdat het belangrijk is dat je je hier vanaf het begin van je deelname erg bewust van bent. Dit is waar we aan werken, dames en heren. Dit is waar we naartoe moeten. En als dit op een gegeven moment in zijn geheel staat, dan kun je elke keer optimaliseren op, oké, wacht eventjes, nu loopt het. Nu is er een omzetstroom. Nu komen er nieuwe leads binnen op een e-maillijst en een bepaald percentage daarvan converteert in klanten, dat heeft X opbrengst, mijn kosten zijn Y en ik maak daar Z winst op. In andere woorden, het verhaal loopt. En als dat in de plus draait, dan ben je in principe uit de startblokken. Vanaf dat moment kun je ieder van deze blokjes individueel onder de loep nemen om te kijken hoe ze presteren en die vervolgens proberen te verbeteren. Dus om een voorbeeldje te nemen. Als je eenmaal een omzettraject of een verkooptraject hebt, een omzetstroom hebt die werkt, waar winst uitkomt, stel dat je voor iedere euro die je investeert in bezoekers 1,10 euro verdient. Okay? Dan zou je vervolgens kunnen gaan kijken, oké, op welk vlak kan ik dit nu gaan verbeteren? Dan is een logische conclusie bijvoorbeeld om te gaan kijken naar je advertenties en om te gaan zeggen, oké, ik betaal voor iedere bezoeker 1 euro en ik krijg 1,10 euro terug. Dus één manier om dit te verbeteren is ervoor proberen te zorgen dat het me niet meer 1 euro kost per bezoeker, maar bijvoorbeeld 90 cent. Okay? Want dan verdubbelt mijn winst. Dan heb ik in plaats van 10 cent winst, heb ik 20 cent winst. Okay? Als ik nog steeds 1,10 euro per bezoeker verdien. Okay? Dus dat is één manier om te optimaliseren. Dus dan zoom je in op dit blokje, op het blokje advertenties bijvoorbeeld. Okay? Een andere manier om dit te doen is bijvoorbeeld kijken naar je landingspagina. Als jouw huidige systeem ervoor zorgt dat je 1,10 euro verdient per bezoeker terwijl je 1 euro investeert, dan betekent dit dat 1 op de zoveel bezoekers koopt. Dan betekent dit dat je gemiddeld voor je investering van 1 euro een bepaald aantal bezoekers binnenhaalt. Dus, om dit concreet te maken, als jij 10 euro investeert, heb je 10 bezoekers. Hè? Als die 1 euro kosten. Wat nu als jij door het conversiepercentage van jouw landingspagina te verbeteren, voor 10 euro niet 10, maar 15 bezoekers binnenhaalt. Okay? Dan neemt je conversiepercentage op je landingspagina toe. Dan zorgt dat ervoor dat je voor die 10 euro dus 15 bezoekers hebt. En als jouw verkooppercentage op je low-end pagina hetzelfde blijft, betekent dit dus dat je voor je investering van gemiddeld 1 euro per bezoeker nu ineens meer winst maakt. Dus misschien ga je dan van 1,10 euro gemiddelde opbrengst naar 1,20 euro, 1,50 euro, misschien wel 2 euro. Okay? Dus dit zijn voorbeelden van inzoomen op individuele stukjes van je bedrijf om die vervolgens te optimaliseren en te verbeteren. Even kijken. Nou, ik denk dat dit punt duidelijk is. Hè? Vervolgens kun je kijken naar je verkooppagina. Hoe presteert die? Daar kun je bijvoorbeeld kiezen voor een split test. Hè? Dat de helft van de bezoekers die die pagina bereiken krijgen variant A en de andere helft krijgt variant B te zien. Om vervolgens zo te proberen te optimaliseren en te kijken welke van de twee varianten voor meer verkopen zorgt. Je kunt iedere individuele e-mail die je stuurt naar je doelgroep testen op bijvoorbeeld de open ratio's. Dus hoeveel procent van de mensen die e-mail ontvangt opent hem. En een hele gangbare verbetering die we kunnen testen is de onderwerpregel van de e-mail. Want daarop baseren de meeste mensen of ze een e-mail wel of niet openen. He, dus als jij een e-mail hebt met een bepaald onderwerp, dan kun je ook die split testen in de meeste e-mailsoftware. Bijvoorbeeld in
Active Campaign of Agile CRM. En kun je kijken of als je een alternatieve e-mailtitel gebruikt, e-mail onderwerpregel gebruikt, of meer mensen hem openen. Al dit soort tweaks kunnen in het grote plaatje voor hele procenten toename zorgen. Dus als jij bij wijze van spreken e-mail nummer 3 in jouw automatisering, als die maar door 10% van jouw klantenbestand geopend wordt op het moment dat die verzonden wordt, en jij verandert de subject line, en ineens opent 30% van je klantenbestand hem als die verzonden wordt, dan betekent dat van die 30% die hem opent, een bepaald percentage op de call to action in die e-mail, waar we het in het programma over hebben, daar eindigt een e-mail altijd mee, klikt, waardoor een veel groter percentage op dat moment weer, zoals je hier ziet, terechtkomt bij jouw low-end sale, bij jouw instapproduct, en een bepaald percentage daarvan weer koopt. En weer neemt de omzet onder de streep, de winst, tegenover dezelfde investering om die mensen binnen te krijgen, neemt toe. Okay? Dus dit punt wilde ik graag maken. Als je werkt aan je online bedrijf, dan is je eerste uitdaging om ervoor te zorgen dat al de blokjes één voor één staan in je bedrijf. Hè? En daarna is het je volgende uitdaging om ervoor te zorgen dat ieder blokje geoptimaliseerd wordt. Dus zo goed mogelijk staat om de percentages winst, percentages bezoekers, conversies enzovoorts te verhogen en te maximaliseren. Ik zie inmiddels een paar opmerkingen en vragen. Heel even erbij pakken. Richard, jij zegt, ik heb gisteren mijn opt-in incentive van 3 kantjes uitgeschreven. Het is me even niet helemaal duidelijk hoe nu verder. Moet ik nu eerst de landingspagina gaan creëren met jullie tool? En waar en hoe wordt dit gekoppeld aan mijn eigen webshop? Oké, dat is een goede opmerking. Laat ik daar eens mee beginnen, want ik zag inderdaad dat jij ook een en ander had toegestuurd. Even kijken. Zo, daar ben ik weer. Nee, oh, jij had niks ingestuurd, zie ik. Dat was iemand anders. Daar kom ik straks op terug. Even kijken. Jij hebt... ja, jij hebt jouw opt-in incentive uitgeschreven. Nou, misschien zou je die ook wel even met me willen delen. Misschien is het een idee als je die sowieso eventjes naar me e-mailt. Dan kan ik daar eventjes een blik op werpen. Maar in principe heb je in ieder geval gelijk met je aanname. Oh, ik heb inderdaad trouwens wel jouw opt-in incentive ontvangen. Excuses. Ik heb het idee dat ik wat namen door elkaar haal hier. Nee, klopt. Ik haal inderdaad wat namen door elkaar. Ik heb het nog niet gezien van je. Dus misschien wil je jouw opt-in incentive met me delen, die eventjes naar me toe e-mailen, zodat ik daar een kijkje naar kan nemen. Michiel@onlineomzet.com. Dan kan ik een kijkje nemen. Even kijken. Ik zie in de tussentijd ook dat er iemand niet kan inloggen. Daar help ik ook nog heel even iemand mee uit de brand. Klein momentje. Zo. Dus nogmaals, Richard, misschien is het een idee, als je die eventjes naar me toestuurt, dan neem ik daar een kijkje naar. Maar om jouw vraag te beantwoorden, je hebt je opt-in incentive uitgeschreven, dus je hebt dus gekozen voor tekst. Ik neem aan dat je daar dus een download van maakt, in de vorm van een PDF bijvoorbeeld. En nu is het je niet duidelijk hoe je verder moet. Nou, in principe moet je er eerst voor zorgen dat dat staat. Dus nogmaals, we pakken hem er gewoon weer even opnieuw bij. Hoppakee. Zo. Dus we pakken weer het verkoopschema erbij. Jij hebt bepaald wat het probleem is van je doelgroep. Oké? Als je bepaald hebt wat dat probleem is, dan heb je bepaald wat jouw waarde is, jouw oplossing. Hoe jij ze concreet kunt helpen op korte termijn om iets van een resultaat te ervaren.
Okay? En dat heb je gedaan in de vorm van in jouw geval informatie. En die kun je bijvoorbeeld als download in de vorm van een PDF of iets dergelijks aanbieden. Overigens, altijd een opmerking die ik hier maar wat graag bijmaak is: vergeten jullie alsjeblieft niet de kracht van video. Ik weet dat het voor veel mensen een sprong is, wennen is, maar dat is echt vele malen krachtiger dan tekst. Dus onthoud dat. Ik heb bijvoorbeeld zelf in het verleden vaak gebruik gemaakt van een aanpak, dat noemde ik de videodip. Wat je dan doet is dan ontwikkel je eigenlijk zoals je dat nu doet met een PDF, ontwikkel je een stukje informatie die je vervolgens presenteert in de vorm van een video. En in plaats van dat mensen zich inschrijven voor een gratis download, schrijven ze zich in voor een gratis video. Wat doet dat? Dat zorgt ervoor dat mensen meteen vanaf het begin af aan al vaker een persoonlijke interactie met jou ervaren. Dus in plaats van dat ze een koud stukje tekst ontvangen in de vorm van een PDF, zien ze jou, hè, en leren ze jou kennen en leren ze jouw stem kennen en raken ze verbonden met jou als persoon, wat vele malen krachtiger is dan een verbintenis met jouw bedrijf. Oké? Maar goed, dat gezegd hebbende, je hebt dus een opt-in incentive geschreven, dat is het derde blokje. En dan zoals je ziet, gaat de volgende pijl naar de landingspagina. Dus zo kun je heel gemakkelijk het programma volgen. Dit is overigens wat we ook in de modules 1 voor 1 doen. Landingspagina, die kun je inderdaad bouwen met onze tools. Je hebt waarschijnlijk een sales site aangevraagd bij ons. Daar staat standaard een landingspagina in voor je klaar. Het enige wat je daar hoeft te doen is die aanpassen. We hebben in het programma, ik zal het er even bij pakken, in het programma, als je naar het dashboard gaat, dan zie je hier de verdiepingsmodules. Als je daarop klikt, dan zie je hier website in 1 week. Oké? Als je die aanklikt, dan kom je in onze cursus, waar we je uitleggen hoe je omgaat met die tools van Thrive, die we in je sales site hebben geïnstalleerd. Dus met de inhoud van die cursus kun jij op eigen kracht die landingspagina, zoals je die hier ziet, kun jij zelf ontwikkelen. Okay? Maar er staat dus een template voor je klaar in je sales site. Die hoef je alleen maar in te vullen, te koppelen aan een CRM-systeem en dan kun je daarmee uit de voeten. Dus inderdaad, jouw vraag of je hierna nu verder moet met je landingspagina, klopt. Dat is de volgende stap. Even kijken, dan kijk ik even naar wat er verder is aangegeven. Annemiek, ik vond het moeilijk om in een probleem te gaan denken. Toen heb ik mijn Facebookgroep gewoon gevraagd aan mensen tegen welk probleem ze zouden kunnen aanlopen als ze op zoek zouden zijn naar dit product. Ik had in no time een hele lijst met antwoorden en problemen die vrij makkelijk op te lossen zijn. Ja, dit is dus geweldig. Annemiek, applaus voor jou, want we zijn allemaal geneigd om... Ik zal heel even de screenshare uitzetten. We zijn allemaal geneigd om onze eigen aannames zegen te laten vieren. Dus we zijn allemaal geneigd om te denken, oh ja, mijn markt wil dit. Of oh, mijn markt wil dat. Oh, mijn klanten zijn hier nou op zoek. Maar er is niets zo krachtig als het gewoon vragen. Een van de dingen die ik vroeg in mijn carrière leerde en waar ik echt even een paar keer mijn schenen tegen heb gestoten, is dat we de neiging hebben zelf aannames te maken. Ik deed dat ook heel erg in het begin. Ik trok zelf mijn eigen conclusies over wat mijn klanten wilden en nodig hadden. En ik leerde op een gegeven moment van een van mijn coaches dat ik iedere dag minimaal met één van mijn klanten of één persoon binnen mijn doelgroep persoonlijk contact moest hebben. En sinds ik dat ben gaan doen, iedere dag minimaal 1 persoon uit mijn doelgroep persoonlijk spreken, is mij zo ontzettend veel meer duidelijk geworden over de problemen, de uitdagingen, de dingen waar ze tegenaan lopen, de dingen die ze moeilijk vinden. Maar ook op het gebied van marketing, de taal die ze gebruiken, de woorden die ze zelf kiezen om hun probleem te beschrijven, de uitdagingen waar ze dagelijks tegenaan lopen, de emotie die dit bij ze oproept, de reden dat ze iets vervelend vinden of ergens moeite mee hebben, de wensen die ze hebben over hoe ze dit zouden willen overkomen, wat het voor ze zou betekenen als zo'n probleem opgelost zou zijn. Al dit soort dingen die in marketing centraal staan, die jullie me horen zeggen in de modules van het programma, daar kom je achter op het moment dat je je doelgroep persoonlijk spreekt. En dat ook weer, dat is niet laagdrempelig. Dat is niet makkelijk. Dat gaat niet vanzelf.
dat is werk. Maar dat is wel het werk wat uiteindelijk voor succes zorgt. Dus het is mega goed als je regelmatig je doelgroep persoonlijk spreekt. Dus Annemiek, daar heb je echt een waanzinnig goede zet mee gedaan. Het feit dat je gewoon open aan je doelgroep hebt gevraagd op Facebook. Jongens, waar zitten jullie nou eigenlijk mee? Wat is nou eigenlijk jullie probleem? Hoe kan ik hier nu iets mee doen? Anita, leuk compliment. Dankjewel. Ik waardeer het. Annemiek, klopt, ik kan hier mijn opt-in mee maken, dus ik was enorm blij. Annemiek, misschien wil je nog even concreet delen wat er precies uitkwam. Dus wat mensen precies aangaven in jouw geval, denk ik erg benieuwd naar. Maar dit is dus mega krachtig. Hè? Dit is dus hoe je achter eigenlijk, als ik weer dat schema erbij pak. Hè? Ik blijf hem er gewoon bij pakken, want hij is zo belangrijk. Dit is hoe je achter deze drie blokjes komt. Hè? En vooral deze eerste. Dat probleem van die doelgroep. Zodra je dat concreet hebt, dan gaan jouw gedachten, ook al heb je nog niet meteen een supergoeie oplossing voor dat probleem paraat, okay, ook al heb je die nog niet paraat, dan gaat jouw onderbewustzijn automatisch nadenken over dat punt. En dan kom je met je creatieve ondernemersoplossingen. Dan komt de kracht van de creatieve onderneming komt echt naar voren en dan wordt het echt leuk. Want dan maak je eigenlijk, dan creëer je iets vanuit niets. Dan is er eerst alleen maar een abstracte gedachte. Ik wil graag een bedrijf opzetten. Ik wil graag een doelgroep helpen. En dat wordt dan van deze stap naar deze stap, wordt dat concreet. Okay? En daar is heel je bedrijf op gebaseerd. Van doelgroep met een probleem naar een oplossing. Doelgroep met een probleem, oplossing. Dit is je bedrijf. Deze twee blokjes. Zodra je die hebt, dan bouw je dit er allemaal achteraan en dan heb je een omzetstroom. Okay? Dus dat wilde ik heel graag duidelijk maken in het eerste gedeelte van deze Q&A call. Manon, je zegt dat ik jou oversla. Ik sla helemaal niemand over, we zijn net begonnen, joh. Ik ga nu de overige vragen erbij pakken. Manon, even kijken. Laat ik eens met jou beginnen. Manon. Ik heb hier een aantal vragen. Ik kijk even welke van jou kwam, Manon. Maar ik zie hem er niet tussen. Misschien wil je jouw vraag nog een keer stellen, Manon. Dan kan ik hem gewoon behandelen. En dan nemen we daar gewoon de tijd voor. Geen zorgen. Ga ik in de tussentijd wel alvast eventjes verder. Edith, over jouw punt hebben we het gehad. Peter. Even kijken, Peter, ben je er ook? Ja, Peter is er ook. Nou, super. Jij vroeg of ik jouw salespage wilde doorlopen. Dus laten we daar eventjes de tijd van nemen. Want dit soort dingen zijn gewoon heel erg nuttig voor iedereen. Ik pak hem er bij deze eventjes bij. En in de tussentijd, jouw salespage laat nu bij mij. In de tussentijd zie ik dat jij reageert, Annemiek. Ik heb één tak van mijn hobbymaterialen eruit gepakt waarmee ik wil beginnen. En dat was diamond painting. Ik heb mensen gevraagd wat voor problemen ze zouden zien. Dat varieerde van kwaliteit, de maat van het product, hoe het eruit komt te zien. Dus uiteindelijk staat hoe je het makkelijk kunt opbergen. Hoe je plooien en vouwen kunt voorkomen enzovoort. Ja, dit is fantastisch. Ja, mega concreet. En hier kun je dus supergoed een opt-in incentive op baseren. Dus ja, erg leuk dat je dat eventjes deelt. Je hebt 21 items op kunnen schrijven waar je uitleg over kunt geven. Ja, misschien kun je dus die 21 items waar mensen echt op zitten te wachten wel bundelen in een bepaalde vorm van informatie of een download. Goed, Peter, jouw sales letter, die heb ik er hierbij. En die zal ik ook weer even met jullie delen. Dan leren we er allemaal van. Zo, hier is die. Je hebt hem in eerste instantie in Word geschreven, hartstikke goed. We zien dus de aanpak zien we hier meteen in doorgaan. Dit is dus de bedankpagina die je aan mensen laat zien nadat ze zich hebben ingeschreven op jouw e-maillijst. Gelukt, je bent geregistreerd en je gratis e-book is per e-mail naar je onderweg. Het kan enkele minuten duren voordat deze aankomt. In de tussentijd heb ik nog een belangrijke boodschap voor je. Dan is het eerste wat we daarna zien, hè? Dus ik begin maar meteen, ik val maar meteen met de deur in huis.
hoe je eenvoudig van je overgewicht kunt afkomen in 12 weken zonder catastrofaal crash dieet of moordend trainingsschema. Oké, dus dit is heel concreet. Dit gaat over overgewicht. Oké, dus, want ik zit natuurlijk niet in jouw markt, maar ik ga er dus vanuit dat dat je doelgroep is, mensen met overgewicht. Dus dat als we dat schema terug in ons hoofd halen, het probleem van de doelgroep overgewicht is en dat jij voor overgewicht een oplossing hebt. Oké, dan is het heel belangrijk, dat is mijn eerste punt, is dat hetgene waar ze zich zojuist voor hebben ingeschreven, hè, dus dat e-book, dat dat niet over datzelfde probleem en de daarbij behorende oplossing gaat. Dat is heel belangrijk. Oké? Als mensen zich namelijk net hebben ingeschreven voor een gratis e-book, oftewel een gratis oplossing, en ze hebben vervolgens hun contactgegevens achtergelaten, dan hebben ze een verwachting over de oplossing van dat probleem wat je hebt geschetst. Dus als er op jouw landingspagina straks komt te staan, download hier mijn gratis e-book met 21 tips om af te vallen of zo, ik noem maar iets, dan mag jouw bedankpagina en jouw instapproduct niet meteen concreet over dat specifieke onderwerp gaan. Waarom? Omdat je dan de reactie uitlokt bij mensen dat ze denken, ja, maar wacht eens even, ik heb net een gratis oplossing aangevraagd bij deze persoon en nou moet ik eigenlijk voor zo'nzelfde oplossing ook gaan betalen. Dat is vreemd. Ik wacht wel gewoon op dat gratis e-book. Dat ga ik niet doen. Dus ik weet niet of dat het geval is, want ik weet niet uit mijn hoofd wat jouw opt-in incentive is. Maar dit geldt voor iedereen. Dit is gewoon belangrijk. Je moet er dus voor zorgen dat je met je opt-in incentive een concreet stukje van de uitdagingen van je doelgroep aanstipt. Iets wat emotioneel is, iets wat direct voor een obstakel, een stukje uitdaging, een stukje pijn zorgt, emotionele pijn, en dat bedoel ik niet in de meest extreme vorm, en dat je vervolgens op je bedankpagina iets heel concreets oplost, maar niet hetzelfde, dus iets anders, misschien wel binnen hetzelfde gedachtegoed, maar niet hetzelfde. Dus een voorbeeldje, je kunt een gratis e-book ontwikkelen, hè, noem maar, ik blijf even bij het e-book, dat is lekker makkelijk, wat bijvoorbeeld gaat over de 10 voordelen als je probeert af te vallen van het drinken van voldoende water. Stel dat je dat even pakt. Dus de gezondheidsvoordelen van water of de afvalkracht van water. Ik zeg maar wat. Dan heb je het heel concreet over één stukje. Over water. Over wat water voor je doet. Over wat water voor je betekent als je uitdaging hebt met je gewicht. En over hoe water je daarbij kan helpen. En daar gaat dan het e-book over. Dan heb je niet gezegd, hier heb je wat tips over afvallen gratis. Dan krijg je dus niet de belangenverstrengeling op de bedankpagina van, hey, ik heb je net gratis informatie beloofd over afvallen en nu wil ik geld voor informatie over afvallen. Nee, dan heb je gezegd, ik heb iets heel specifieks over water en over hoe water in verband staat met afvallen. En dan kun je zeggen, hey, ben jij iemand die aan het diëten is, die daar heel veel moeite mee heeft, die struikelt over al die dingen, die de zoveelste goeroe over gewichtsverlies heeft geraadpleegd en elke keer niet vooruit komt, dan heb ik iets speciaals voor je. Oké, daar kun je dan mee komen. Dus dat is mijn eerste punt. Laten we eventjes wat verder de diepte in gaan. Even kijken. Oh, jullie zien niks, zeggen jullie. Ja, ik begrijp al wat er gebeurt. Ik zet hem even uit. Die screenshare die laat het blijkbaar niet zien als ik een Word document of zo op mijn eigen desktop open. En dan krijgen jullie alleen maar de screenshare op die manier te zien. Dus ik ga heel even kijken of ik dat in een Google Doc kan doen. Momentje hoor. Ik neem aan dat het probleem nu is opgelost, hè, dat jullie me weer gewoon zien. Zo. Oké. Nog een poging.
Dus even kijken. Als het goed is, doet hij het nu wel. Klopt dat? Kunnen jullie dat even confirmeren via de chat? Daar zit een klein beetje vertraging op die chat, dus dan moet ik heel even wachten. Maar zien jullie nu gewoon het Word-bestand in beeld? Ja, oké, okay, hartstikke goed. Dus nogmaals, wat ik zojuist behandelde, dat ging over dit stukje. Hè? Dus gelukkig, je bent geregistreerd, je gratis e-book is per e-mail naar je onderweg. Het kan enkele minuten duren voordat deze aankomt. In de tussentijd heb ik een belangrijke boodschap voor je. Hartstikke goed. Het ging er dus om, hieruit wordt niet duidelijk wat die opt-in incentive precies was. En dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het gaat erom dat je rekening houdt met dat het elkaar niet bijt. Dat je niet over hetzelfde onderwerp praat. Dus dat het mag wel binnen dezelfde markt, binnen dezelfde branche, hè, binnen hetzelfde gedachtegoed vallen, bijvoorbeeld afvallen. Maar het moet niet gaan over puur en alleen specifiek, hey, ik heb tips voor afvallen en en die mag je gratis van me downloaden. En daarna, hey, ik help je met afvallen en nu moet je er ineens voor betalen. Daar moet je voor waken. En dat is heel eenvoudig op te lossen door simpelweg een nuance te pakken voor je opt-in incentive. Een bepaalde belichting, een bepaalde hoek van het punt. En dat vervolgens en dan vervolgens de breedte in te gaan bij een betaald product. Gaan we even door. Hoe je eenvoudig van je overgewicht kunt afkomen in 12 weken zonder catastrofaal crash dieet of modern. Volgende, let op, hè. We hebben ons ingeschreven voor een gratis opt-in incentive. We krijgen te zien dat het gelukt is en dat die opt-in incentive naar ons onderweg is. Dat was ons doel. Dat was waar de landingspagina ons toe over heeft overtuigd. Oké? Okay? Dus wij zijn eigenlijk warm gemaakt voor dat gratis stukje waarde. We zijn helemaal niet warm gemaakt voor het feit dat er daarna een pagina komt met een uitgebreide boodschap voor ons, die we eigenlijk zouden moeten lezen. Dus het allereerste doel, nadat we hebben gezegd, hey, geen zorgen, dat e-book komt eraan, duurt een paar minuten, maar wacht nog even. Dus wat het hoogste doel is om er nu voor te zorgen, hey, geen zorgen dat e-book komt eraan, maar nu hebben we nog iets heel belangrijks voor je. En dat moet je echt even lezen. Dus om gewoon te zeggen, hey, we gaan het hebben over hoe je van overgewicht afkomt in 12 weken. Dit is dat heeft ook een beetje te maken met deze markt. Dit is natuurlijk een markt waar veel in te doen is. Waar mensen, waar veel in geschreeuwd wordt, waar veel over bekend is. Dus om dan alleen maar generiek te praten over dat je gaat helpen met het oplossen van overgewicht. Overgewicht is voor de meeste mensen binnen je doelgroep, helemaal als ze een beetje kritisch zijn, niet voldoende reden om deze pagina in zijn geheel te gaan zitten lezen. Of je in ieder geval een tweede kans te geven. Dus wat je hier voor elkaar moet krijgen, en best uitdagend, geef ik toe, is om het onderwerp te benaderen op een manier, op een nieuwe invalshoek. Okay? Ik heb dit pas geleden aan iemand uitgelegd die ook recentelijk is ingestapt, maar weet ik even niet meer of dat jij dat was, Richard. Ik meende dat jij dat was. Maar wat je wil proberen, is ervoor zorgen dat je het dus niet gaat hebben over generiek van overgewicht afkomen. Maar dat je het onderwerp afvallen benadert op een manier waar men nog nooit bij stil heeft gestaan. Bijvoorbeeld, ik heb toen het voorbeeld tarwegras genoemd bij iemand. Ik weet niet meer precies bij wie dat was. Ik dacht dat jij dat was, Richard. Maar wat je bijvoorbeeld wil doen is, wist jij dat, moet ik even kijken hoe je dit verwoordt. Wist jij dat je met simpelweg het toevoegen van één item aan jouw dagelijkse dieet, je gemiddeld 1,5 kilo per week kunt afvallen zonder verder iets aan je eetpatroon te veranderen. Dus, hoor je wat ik hier doe? Wist je dat door slechts één item aan je dieet toe te voegen, je zonder je eetpatroon te veranderen 1,5 kilo per week kunt afvallen? Stel jij hebt kennis over dit ding. Er is in jouw benadering waarschijnlijk iets uniek en speciaal. Als dat niet zo is, dan heeft het geen bestaansrecht. Maar er is iets uniek en speciaal aan jouw aanpak. En dat wil je overbelichten. Daar wil je een grote, dikke, vette streep onder zetten. En dat wil je verpakken op een manier waardoor, ja, Richard, dat was met jou inderdaad. Dat wil je verpakken op een manier waardoor men gaat denken, hé, hey,
ik ga nu niet een hele pagina zitten lezen over weer de zoveelste die het gaat hebben over afvallen. Nee, ik ga nu een pagina lezen over een doorbraak in die wereld. Over iets unieks, iets wat ik nog niet eerder heb gehoord. Iets wat een beetje tegenstrijdig is. Een ander goed voorbeeld hiervan wat ik ooit zelf eens ergens tegenkwam is hoe Jantje of Pietje 40 kilo lichaamsgewicht is verloren door meer te gaan eten. Oké? Hey, wat? Meer te gaan eten, gewicht verloren? Dat is interessant. Dit is een openbaring. Hè? Wat gebeurt hier? Dat geef ik een tweede kans. Even kijken wat daar gaande is. Hè? Eén ding veranderen aan mijn dieet en 1,5 kilo per week afvallen? Wacht even, wat gebeurt hier? Dus, in plaats van dat we hier willen zeggen hoe je eenvoudig van je overgewicht kunt afkomen in 12 weken, wat de meeste diëten zeggen, zoiets dergelijks, willen we een andere benadering pakken. Iets wat uniek is. Iets waar mensen nog niet eerder van hebben gehoord en waarvan ze denken, hè, kan dat? Iets wat een beetje tegenstrijdig is. Iets wat prikt. Iets wat ze voldoende nieuwsgierig maakt om deze pagina een kans te geven. Dat gezegd hebben, dan gaan we eventjes door. Reken nu eens en voor altijd af met die overtollige kilo's en vetrollen en sta binnen hooguit 12 weken weer vol energie, vitaliteit en zelfvertrouwen in het leven. Wat hier heel goed aan is, is dat je het heel concreet maakt, hè? Dat je echt prikt in die pijnpunten. Zo'n woord als vetrollen is natuurlijk hartstikke pijnlijk voor iemand die kampt met overgewicht. Maar, en dit is een veelgemaakte fout, we moeten het eigenlijk eerst een beetje verdienen om dat soort pijnlijke dingen te mogen zeggen. Voordat wij, mensen schermen zich af tegen pijnlijke opmerkingen van buitenaf. Dus als jij helemaal in het begin van je sales letter begint over dit soort pijnlijke woorden, dan hebben mensen zoiets van, oh, dit is onplezierig om te lezen, zeg. Dit vind ik helemaal niet fijn. Laat maar zitten, ik klik het weg. In plaats van dat je ze eerst voedt met de gedachte, deze pagina is voor jou van ontzettend veel waarde. Hier gaan we jouw probleem aanstippen en oplossen. Hier ga ik je iets vertellen wat je nog niet wist over dat probleem, waar je mee geholpen bent. Waardoor jouw toekomst er rooskleuriger uit gaat zien. In plaats van wat die nu is. Nu is je toekomst grijs, na het lezen van deze pagina is je toekomst roze. Okay? Dat gevoel moeten we ze geven. Als we ze dat gevoel eenmaal hebben gegeven, dan mogen we ook, hè, dan hebben we een band met ze gekeerd, dan mogen we ook wel iets zeggen over de pijnlijkere dingen van hun huidige realiteit. Namelijk het feit dat ze vetrollen hebben. Oké, dat mag dan. Maar als we daar meteen mee beginnen, dan berusten we wel heel erg zwaar op het feit dat zij vrijwillig op zo'n pijnlijke pagina gaan blijven. En een gedeelte gaat dat dan niet doen. En daar mis je een gedeelte van je klanten mee. Dus dat is een belangrijk punt. Hier kun je beter eventjes mee wachten. In het begin willen we eerst, hè, stel dat we hier hebben gezegd, ik gaf het voorbeeld van dat ene item in je dieet. Stel dat je één item kunt aanpassen in je dieet en dat je verder niks hoeft aan te passen, dat je dan toch 1,5 kilo per week kunt afvallen. Dan willen we daarna het gaan hebben over wat de huidige situatie is bij mensen. Dus we willen gaan zeggen, de meeste diëten hebben het over dat je de calorieën moet matigen of geen koolhydraten meer moet eten of meer groentes moet eten of wat dan ook. Hè? Stel, en de meeste diëten die maken het daardoor heel erg zwaar en de verantwoordelijkheid ligt altijd bij jouzelf en het is hartstikke moeilijk, bla bla bla, een verhaal vertellen over iets wat mensen herkennen. Hè? Dus de situatie op dit moment is zo en die situatie zoals die nu is vervelend omdat. Dat willen we eerst duidelijk maken. En dan denken mensen bij zichzelf, ja, inderdaad, dit is precies mijn probleem. Deze persoon herkent dat, die weet waar die het over heeft, die weet, die heeft in mijn schoenen gestaan. Als die persoon daarna komt met, hey, herken jij overigens ook de volgende pijnlijke punten, pijnlijke eigenschappen van jouw huidige situatie? En je noemt daarbij, hè, onder andere, zo'n pijnlijke term als vetrollen, dan kom je daarmee weg. Maar eerder eigenlijk niet. Even door met de rest van jouw sales letter. Hier heb je een heel goed stuk. Heb je een negatief zelfbeeld over jezelf? Ben je ervan overtuigd dat dit met je overgewicht te maken heeft? Oké. Heb je angst dat je nooit meer van je overgewicht afkomt? Ga je liever niet meer naar verjaardagen? En dan komt een verhaal over een van jouw beste vrienden. Oké. Aan het begin van een verkooppagina zoals deze is het risky om veel grote stukken tekst te noemen. Dus dit zinnetje hier,
Dit zinnetje geeft de essentie van dit hele blok weer. Heb je een negatief zelfbeeld over jezelf en ben je ervan overtuigd dat dit met je overgewicht te maken heeft? En hier heb jij de angst dat je nooit meer van je overgewicht afkomt. Dit is de essentie van dit blok. Dus wat ik zou doen als ik jou was, is ik zou alleen die punten noemen en die als bullets op die pagina zetten. Zodat mensen gemakkelijk kunnen scannen en dan meekrijgen waar dit over gaat. En dan worden de emotionele hot buttons, zoals ik ze in het programma ook noem, die emotionele pijnpunten, die worden één voor één aangestipt. Pas later, als mensen eenmaal helemaal mee zijn genomen in je verhaal, want dat heb je hiervoor nog nauwelijks kunnen doen, hè? Je hebt maar een paar puntjes genoemd. Pas als ze daarin meegenomen zijn, als ze opgewarmd zijn, getriggerd zijn, dan kom je met wat meer verhalende vorm. Dan kom je met, hey, laat me je vertellen hoe een vriend van mij dit probleem volledig achter zich heeft gelaten. En wat was het, 40 kilo of zo? 40 of 45 kilo is afgevallen in korte tijd. Okay. Dan is de interesse gewekt, interesse geprikkeld. Stefanie, goed dat je er bent. Goed om te zien dat het gelukt is. Vervolgens, dan komt de anekdote, dan komt de persoonlijke anekdote. En in jouw geval is de anekdote niet persoonlijk, maar is het een anekdote van een vriend van je. Dus eigenlijk alsnog persoonlijk. Het is vaak sterker als de anekdote echt over jezelf gaat, maar dit is een alternatief wat je kunt gebruiken. Maar wat hier dan wel heel belangrijk bij is, is dat mensen echt herkennen wat er gebeurt in die anekdote. Dus een fout die veel mensen maken in het zakelijke leven, is dat ze de persoonlijke anekdote echt een persoonlijke anekdote proberen te maken. Dus echt letterlijk een situatie beschrijven die ze zelf hebben meegemaakt. Maar dames en heren, we doen aan marketing. We moeten verkopen. En de sales letter is een tool die wij gebruiken om ervoor te zorgen dat ons bedrijf overleeft. Dus, kijk, ik wil absoluut niet zeggen dat je onintegre moet zijn en dat je dingen moet zeggen die niet kloppen. Maar er is een verschil tussen onintegre zijn en simpelweg jezelf in het been schieten omdat je letterlijke waarheden wil vertellen. Oké, okay? Een sales letter is niet bedoeld voor letterlijke waarheden. Een krant is bedoeld voor letterlijke waarheden. En zelfs daarin vind je geen letterlijke waarheden, helaas, vandaag de dag. Dus wat we willen doen hier is een verhaal vertellen. Oké? Okay? Storytelling. En dat mag gebaseerd zijn op de realiteit. Sterker nog, dat willen we ook baseren op de realiteit. Maar waar het om gaat, is dat verhaal letterlijk aanstipt waar die mensen in jouw doelgroep elke dag mee kampen, elke dag mee struggelen, elke dag tegenaan lopen. En we moeten dat dus herkenbaar maken. Dus we moeten een verhaal pakken wat gebaseerd is op de realiteit bijvoorbeeld. En we moeten zorgen dat dat nog meer aansluit bij hun situatie. Nog meer wordt wat zij ervaren. Waarbij zij nog meer het gevoel krijgen, ja, dit is nou precies hoe ik me voel. Dit is nou exact hoe ik elke ochtend opsta. Dit is nou, het lijkt wel alsof die persoon mijn leven heeft geleid. Dat is de gedachte die ze moeten hebben. Want dat is wat ervoor zorgt dat ze de oren spitsen als jij wat te vertellen hebt. En dat heb je in de rest van je sales letter. Dus dit stukje, dat die persoonlijke anekdote in de sales letter, die zit er niet voor niets in. Die is gescript, die is georchestrated, hè? Dat is design om ervoor te zorgen dat mensen openstaan voor wat jij ze te bieden hebt. Oké? Okay? Wat je waarschijnlijk merkt hierin, het is een belangrijk onderdeel, ik zal heel even de screenshare uitzetten om dit punt te maken. Wat je merkt is dat integriteit hierbij een gigantisch grote rol speelt. Het is zo ontzettend belangrijk dat jij onderneemt vanuit een visie die je hebt, vanuit een missie. Want als jij een visie hebt, hè, een missie, iets waar jij voor wil strijden in deze wereld, iets wat jij belangrijk vindt, hè, en dat hoeft helemaal niet meteen te gaan over het redden van de wereld of de mensheid, maar simpelweg iets waar je voor staat, en dat mag ook heel concreet zijn. Even kijken, ik weet niet of die aanwezig is, maar we hebben iemand in het programma die zich bezighoudt met verlichting. Hè? Dat vind ik een mooi voorbeeld. Als jij zoiets hebt van verlichting in mensen in hun huizen is waardeloos, daardoor zitten ze allemaal in een soort van donkere holen of overbelichte, het lijken wel fotostudio's, en ik vind dat stom, dus ik wil dat mensen in beter verlichte huizen zitten, dan is dat net zo goed
een goed standpunt om vanuit te ondernemen, als dat jij zegt, ik wil mensen helpen af te vallen en ik wil dat de wereld gezonder wordt of ik wil de natuur redden of zo. Het een is niet beter dan het ander. Het gaat erom dat je vanuit zo'n visie of missie onderneemt, want dan is het the end justify the means. En dan pas kun je er helemaal achter staan als jij een verhaal vertelt. Oké? En dat is een belangrijk punt om te maken. We zijn hier niet om... We zijn geen journalisten. We zijn hier niet om om de waarheid één op één over te brengen naar de doelgroep. Nee, we zijn hier om die doelgroep te overtuigen dat wat wij ze te bieden hebben, het beste voor ze is. Oké? Dus dit is waarom een stukje integriteit bij ondernemerschap, helemaal bij online ondernemerschap en al helemaal bij informatieproducten zo ontzettend belangrijk is. Oké? Dat punt wil ik even maken. Gaan we weer terug naar het document. Zo. Dan heb je dus de persoonlijke anekdote gemaakt. Dan maak je die connectie. Dan komt het stukje inhoud. Enkele tips die je direct kunt gebruiken om het afvallen te ondersteunen. Nou, hier heb je een aantal dingen opgeschreven. Hartstikke goed. Wat ik daar alleen maar als opmerking bij heb, is als je straks in het begin van je salesletter spreekt over één unieke nuance, één unieke kant van in jouw geval bijvoorbeeld afvallen. Dat voorbeeld dat ik net al gaf, hè. Bijvoorbeeld, wat zei ik nou ook alweer? Oh ja, door één item toe te voegen aan je dieet, dat je wekelijks moet afvallen. En hier zou je bijvoorbeeld datgene wat dat is, alvast kunnen noemen. Nou, misschien is dat tarwegras, of misschien is het rijst, of weet ik veel, misschien zijn het artisjokkenharten of zo. Maakt niet uit. Maar, want dit is een voorbeeld, hè? Dit is ook helemaal niet jouw benadering. Maar dat ene ding zou je kunnen noemen. Overigens, volgens mij gaat jouw salesletter over Herbalife. Dus je zou één specifiek Herbalife product kunnen noemen. Okay? Dat door één ding toe te voegen aan je dieet, je tot 1,5 kilo per week zou kunnen afvallen. En dat ene ding zou bijvoorbeeld, dat zou je hier al kunnen delen, een Herbalife product kunnen zijn. Een shake of een, noem maar op, maakt niet uit. Oké, dan geef je wel waarde, maar dan geef je nog niet je antwoorden gratis weg. In jouw geval sowieso niet, want dat Herbalife product zou nog gekocht moeten worden. Maar dan ben je wel concreet. Hè? Dan open je ze wel de ogen en dan zeg je wel, kijk eens, hier heb ik iets concreets voor jou. Wat je vervolgens doet is, dan ga je eigenlijk de fout in mijn ogen. Want nu ga je eigenschappen van je product noemen. Feiten over Herbalife Nutrition, oké? Opgericht in zoveel zoveel in Amerika. Staat voor een gezonde leeftijd. Beurs genoteerd. Dit is totaal oninteressant voor je doelgroep. Je hebt net alle dingen goed gedaan. Namelijk, je hebt ze getriggerd. Je hebt ze warm gemaakt. Je hebt aan ze bewezen dat jij weet waar ze mee zitten. Je hebt letterlijk genoemd wat hun pijn is. Waar ze tegenaan lopen. Wat lastig voor ze is. Waar ze moeite mee hebben. Heb je allemaal heel goed gedaan. En dan ga je het nu ineens hebben over eigenschappen van je product. Nee, we willen dat die opgewarmde persoon, willen we nog verder meetrekken in het verhaal. Oké? We willen dat continu blijven doen. Dus we willen het niet hebben over eigenschappen van het product. Over eigenschappen van het bedrijf. Oké? Dat willen we niet doen. Hooguit willen we helemaal aan het einde, als we het daadwerkelijke aanbod doen, even noemen dat we een gerenommeerd bedrijf zijn. En dat we, ik weet niet hoeveel reviews hebben, en dat er social proof is, en dat ze niet in iets stappen waar niet duizenden mensen ze zijn voorgegaan met succes. Dat wil je dan even noemen. Maar dat is niet iets wat een prominente plaats in jouw sales letter verdient. Dan komen de unieke waarden van Herbalife. Hetzelfde verhaal. Allemaal eigenschappen van het bedrijf. Zit niemand op te wachten. Weg ermee. Oké? Dat hoort niet thuis in je sales letter. En daarna, omdat ik de ongelooflijke maar overtuigende resultaten bij mijn vriend zag. Oh ja, dit is de reden. Je hebt hier een stukje geschreven over de reden dat jij je hiermee bent gaan bezighouden. En jouw reden was dat jouw vriend resultaten behaalde. Dat is ongeloofwaardig. Oké, het spijt me dat ik dat moet zeggen. Maar het is ongeloofwaardig dat jij je bent hard gaan maken voor een product in deze wereld, omdat iemand die je kent daar toevallig resultaat mee heeft behaald. Als jij nou zelf die persoon was. Als jij zelf 40 kilo lichaamsgewicht en ik weet niet hoeveel super risicovolle gezondheidsklachten die misschien wel tot een vroegtijdig overlijden hadden kunnen leiden bij bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of zo. En jij bent volledig van die risico's afgekomen door dat product en jij bent daar echt een ambassadeur van geworden daardoor.
Dat kan geloofwaardig zijn. Maar simpelweg iemand kennen in je omgeving die dat heeft meegemaakt, waardoor jij nu alles overboord hebt gegooid en je daar volledig voor inzet, bestaat, maar is iets minder aannemelijk dan als het jouzelf overkomen zijn. Dus ofwel het verhaal zou moeten gaan over dat jij iets hebt overwonnen, ofwel het verhaal zou een andere insteek moeten hebben. Maar een nog belangrijker punt, en dit is iets waar ik echt over struikelde toen ik jouw sales letter las, is dit stukje. Ook ik heb me toen zelf aangemeld als distributeur bij dit fantastische bedrijf. Voor nog geen 40 euro had ik een zelfstandig eigen bedrijf en daarbij ook nog eens een mooie korting van maar liefst 25% op alle producten van Herbalife. Hier ga je echt de fout in, want hier gaat ineens jouw hele verhaal van hey, ik heb iets om jou echt te helpen. Ik heb iets omdat ik weet dat je een probleem hebt en omdat je daarmee zit en ik je graag wil helpen met het oplossen van dat probleem, ga je ineens naar hey, ik heb zelf een heel groot voordeel daarbij, want ik ben distributeur van dat bedrijf en ik en eigenlijk ben ik je nu aan het overtuigen om iets te doen wat in mijn voordeel is. Dat schijnt echt door. En onderschat je doelgroep niet. Dit valt op. Dit is iets waar mensen vraagtekens bij zitten. En de rest van je sales letter moet wel van hele goede huizen komen. Willen ze dan dit zo door de vingers zien en nog steeds blijven denken aan, oh ja, maar wacht even, ik heb een probleem, ik heb overgewicht en deze persoon is er voor mij en die wil mij helpen om mijn product of om mijn probleem op te lossen met een geweldige buitenkans voor mij. Die gedachte stort in zodra het over jou gaat. En stort ook in zodra het over dat bedrijf gaat, wat we eerder al zagen. Hè? Het moet blijven gaan over je klant, over die persoon, die doelgroep. Je sales letter is niet bedoeld om te praten over jou. Niet bedoeld om te praten over wat de werking van je bedrijf is, wat de processen zijn die daarachter zitten. Daar is het niet voor bedoeld. Als je over jezelf praat, dan moet dat altijd een excuus zijn om het eigenlijk te hebben over je klant, maar dan dat jij in diezelfde situatie hebt gezeten. Oké? Vervolgens, wat je te wachten staat als je ook de producten van Herbalife gaat gebruiken. Dus hè, je gaat het hebben over de producten van Herbalife. Wat jou te wachten staat als je de producten van Herbalife gaat gebruiken. Wil jouw doelgroep producten van Herbalife gebruiken? Is dat de oplossing van hun probleem? Hè? Is dat het punt? Ik denk het niet. Hun probleem is overgewicht. Dus wat jij te wachten staat als je nu deze geweldige buitenkans pakt. Maar niet als je producten gaat gebruiken. Want dat willen we juist niet onder de loep nemen. We willen niet praten over producten. We willen praten over oplossingen. Okay? Dus je kunt wel zo'n kopje neerzetten. Maar dan moet het een excuus zijn om opnieuw in de huid van die klant te kruipen. En te zeggen, oh wacht even, dit zijn jouw problemen. En dit is hoe jouw toekomst eruit gaat zien nadat je die problemen hebt opgelost. Dus, enfin, dat doe je daar hartstikke goed, want deze punten zijn supersterk. Mijn complimenten. De bullets heb je goed begrepen en die zien er goed uit. Overigens zijn ze wel heel breed. Daar moet ik wel nog even bij zetten. Je gaat van diëten en ideaal gewicht, vrije tijd, sporten, naar je werk gaan, dat is energie. Zin om op zomervakantie te gaan, dat is vrije tijd. Weerstand is gezondheid. Ook minder vatbaar voor ziekte is ook gezondheid, dan noem je een aantal dingen. En dan gaat het hier weer over levensduur, over levenskwaliteit, medicijnen is weer gezondheid, zelfvertrouwen is weer wat anders, sportprestatie, maar seks is weer een heel ander verhaal, stress is weer een andere, dus je pakt eigenlijk heel breed en nu zeg je eigenlijk, hey, ik heb een wondermiddel voor je. En wondermiddelen, daar vallen mensen niet zo snel voor. Waar mensen wel voor vallen, waar mensen wel gevoelig voor zijn en waar mensen wel enthousiast van worden, is als je het hebt over een specifieke oplossing. Dus wat je bij die bullets wel wil doen, is je hebt de klok horen luiden hoor, want ze zijn emotioneel geladen en dat is heel goed. Maar wat je in plaats daarvan wil doen, is je wil het specifiek houden. Dus we hadden het over mensen met overgewicht. Dus we willen alle bullets en alle emotionele argumenten relateren aan overgewicht en het oplossen van overgewicht. Okay, daar gaat het om. Voor wie is Herbalife geschikt? Dat is een heel goed punt om erin te zetten. En dan wil je daar eigenlijk ook onder zetten. Voor wie is Herbalife niet geschikt? En dan wil je eigenlijk weer dat gebruiken als excuus
om te zeggen, Herbalife is niet geschikt voor jou als je dit ontzettend vervelende probleem niet hebt. Oké? Okay? Dus oftewel, je gebruikt het als excuus om nog een keer aan te dragen dat het een vervelend probleem is. Dat ze er last van hebben. Dat het leven minder leuk is met dat probleem. Dat het dus een goed idee is om dat probleem op te lossen als je die kans krijgt. En, voilà, we geven je die kans met deze producten. Oké? Okay? Wat kost dat dan? Het is een lang verhaal, dit, om te komen tot een prijs. Oké? Okay? Dit is een heel bloktekst. Probeer dat kort te houden. Probeer het simpel te houden. We hebben het hier alleen nog maar over je instapproduct. Oké? Okay? Dit is product 1 binnen je bedrijf. Hè? Herinner je dat schema? Straks komt er een upsell. En straks gaan we vanuit de e-mails naar andere producten terug herleiden. Dus hou het eenvoudig. En hou het goedkoop als het even kan. Want het is een instapproduct. Dus simpelweg het startpakket, of ik geloof dat het om een ontbijtpakket of zoiets ergens ging, kost normaal gesproken €50 en je kunt het nu voor €20 proberen, zolang dit aanbod geldt. En dat is nog één dag geldig, bestel nu, klaar. Meer niet. Heel eenvoudig, heel kort, want wat we net hebben gedaan is, we hebben ze helemaal opgewarmd. Nu willen we dat hele opgewarmd, dat enthousiasme, willen we tot ontploffing brengen in de koopbeslissing. Okay? En we willen niet dat ze nu moeten gaan nadenken over iets anders dan al die goede argumenten die we ze net hebben gegeven. Over die pijn die we gaan oplossen. Over de prachtige toekomst die ze te wachten staat als ze dat probleem eenmaal voorbij zijn. Okay? Daar willen we ze niet van afleiden. Zeg nooit het kan nog gekker, want dan zeg je eigenlijk dat je iets geks gezegd hebt. Okay? Dat is een detail hoor, maar het is wel belangrijk. Maar wacht, het kan nog gekker. Nee, we zijn geen telcel. Soms krijg ik dat wel eens als argument van mensen. Ja, dit is allemaal wel heel telcelachtig hè, op deze manier. Nee, dat is het. Ja, ja en nee. Telcel is geweldig. Want telcel die snapt deze manier van verkopen heel goed. Okay? Die maken het persoonlijk. Die hebben het over de persoonlijke uitdaging. Maar telcel zegt niet, het kan nog gekker. Een kermismedewerker zegt, het kan nog gekker. Iemand die het een soort van aan een rat van fortuin draait en door een microfoon schreeuwt, die zegt misschien het kan nog gekker. Maar wij hebben een serieus bedrijf. Met een serieuze oplossing voor een serieus probleem. Okay? We proberen niemand iets aan te smeren. En we proberen niet met knalprijzen en kortingen te strooien zoals Blokker dat deed. Geloof ik tegenwoordig. Hè? Ik weet niet of het nog bestaat. Nee, want we stippen een serieus probleem aan. We willen ook dat onze doelgroep ons serieus neemt. Bij een onderwerp als overgewicht willen we dus ook een beetje serieus overkomen. En dan willen we dus niet roepen, het kan nog gekker. Afijn, dat begrijp je waarschijnlijk zelf. Niks, nada, gratis, zelfde type taalgebruik waar je mee moet oppassen als je een heel serieus onderwerp aanstipt. Dit is voor mensen is dit iets waar ze zich zorgen over maken, waar ze pijn onder ervaren. Dat willen we serieus nemen. We willen niet alleen maar dat ze geld bij ons spenderen. We willen ze helpen. Dat is waarom ons bedrijf bestaansrecht heeft. Als mensen bij jou Herbalife producten gaan bestellen en geld bij jou uitgeven en ze worden er niet gezonder van en verliezen er geen gewicht mee, dan heb je ze opgelicht. Dan heb je ze bedrogen. Oké? Okay? Dus ons bestaansrecht zit erin dat ze daadwerkelijk met Herbalife producten gewicht kunnen verliezen. Daar geloof jij in, anders deed je dit niet. Dat twijfel ik ook niet aan je. Maar dat betekent dus dat jij zelf best je eigen taalgebruik heel serieus mag nemen. Jij mag geloven in je eigen product als jij daarachter staat. En jij mag ook zo overkomen. Dus dit is een punt wat ik wilde maken. Goed. Verder ziet het er hartstikke goed uit. Je hebt nog een paar keer, druk je nog een keer op Het feit dat ze nu de keuze moeten maken, dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. Garantie, keuzes aan jou. Hartstikke goed. Nou, daarmee kom ik aan het eind van deze salesletter. Kom ik even terug bij jullie. Dus ik hoop dat je hier een aantal takeaways uit hebt kunnen meenemen. Ik denk dat dit wel een krachtig stukje is geweest. Want ik merk dat veel mensen bij het schrijven van de salesletter niet nog in de eerste instantie, dat moet ik je ook vergeven, maar in de eerste instantie niet zo heel kritisch nadenken. En dat is ook moeilijk, want je hebt nog niet eerder een salesletter geschreven in de meeste gevallen. Maar, en dan wordt heel letterlijk gevolgd wat wij in het programma aanbieden. Dan wordt heel letterlijk de salesletter die daarin staat
als voorbeeld gevolgd. Maar wat je wil, is je wil het heel erg betrekken op de specifieke situatie van jouw klant. Je wil die specifieke situatie heel serieus nemen en je wil al jouw ervaring die jij hebt in jouw markt, hè, dus met jouw doelgroep die dit probleem ervaren en misschien met jouzelf, als je een probleem wat je oplost hebt ervaren, wil je aanstippen, wil je aanspreken en gebruiken in je sales. Hij is erg goed hoor. Dit is een van de betere sales letters die ik onder ogen krijg. Ik krijg ook vaak veel slechter materiaal onder ogen. Maar de reden dat ik hier zo gigantisch op hamer, zelfs op deze bovengemiddelde sales letter, hè, want dat is hij hoor, daar ben ik heel eerlijk in. De reden dat ik er toch zo hard op hamer, is omdat alles daarmee staat of valt. Als je sales letter niet overtuigt, kopen mensen niet, verdien je geen geld en is alles voor niks geweest. Dus dat nemen we heel serieus. En dat is, Stephanie, ik zie jouw berichtje, dat je het heel uitdagend vond om een sales letter te maken. Dat is het ook. Het is een van de moeilijkste stukken van je verkooptraject. Maar als je er één hebt, die bij wijze van spreken 1 op de 10 bezoekers omzet in een betalende klant, dan is dit eindeloos schaalbaar. Dit is dus al je moeite en je aandacht en je energie waard. Oké? Ik hoor mensen die 1 keer een stuk tekst schrijven of een videootje opnemen, dan niet meteen succes behalen en dan klagen over dat het allemaal niet werkt. Joh, dit kan soms maanden duren bij sommige mensen. Dit is een proces van vallen en opstaan. En we geven je alle tools om er zo snel mogelijk mee uit de voeten te kunnen. Maar dan nog, hier gaat werk in zitten. Hier gaat tijd in zitten. Want dit is communiceren op een gevoelsniveau met mensen. En sommige mensen hebben daar aanleg voor. En dan gaat het ze wat makkelijker af. Maar zelfs die mensen moeten hier vaak 2, 3, 4, 5 keer opnieuw over nadenken. Aanpassingen maken. En een heel mooi voorbeeld daarvan is, ik volgde ooit eens een zogenaamd, dit heet copywriting. Hè, op deze manier schrijven, overtuigende teksten, wervend schrijven, heet copywriting. En ik volgde ooit eens een hele goede copywriter, die zei ook, copy schrijf je niet, copy verzamel je. Dus stukjes goede pakkende tekst die de snaar raken. En daarna stukjes die niet zo goed zijn. En die vervang je met de tijd, door betere stukjes. En die pas je aan en dan heb je weer iets heel goeds bedacht. En dan zet je er weer tussen. En zo vormt zich de perfecte sales letter. Oké. Gaan we even door, want ik heb hier best wel de tijd voor uitgetrokken. En ik heb nu nog maar 3 kwartier. En ik heb nog een aantal vragen langs zien komen. Dus ik ga even snel verder. Even kijken. Peter, 5 geheimen over afvallen, zeg je hier. Nogmaals, ik denk dat we dit nu hebben behandeld. Hè. Wees specifiek en belicht een nuance daarvan. Dan. Die tips die eronder staan, is je low-end sale, vraag jij, Annemiek? Ik neem aan dat je daar wat we net zagen in die sales letter bedoelde. Nee, dat was de opening. Dus dat waren die tips die in de sales letter stonden, bedoel je? Nee, in de template van de sales letter, zoals we hem in het programma behandelen, geef ik aan dat het een heel goed idee is om in je sales letter alvast een stukje daadwerkelijke concrete waarde weg te geven. En dat heeft Peter hier heel goed gedaan. Dus die heeft meteen wat concrete waarde weggegeven. Dus die heeft het over veel water drinken en nog een aantal dingen. Dat is heel goed. Je moet daar een beetje de balans in vinden. Want je wil niet dat je sales letter een soort van how-to is over hoe je een bepaald resultaat bereikt. Nee, je wil dat je sales letter bewijst dat jij een autoriteit bent en voor een resultaat kunt zorgen. En soms werkt het heel goed om te bewijzen aan mensen dat jij de real deal bent door daadwerkelijk te helpen. En dat als je dat in niet al te extreme mate doet, maar ze op een klein detail een gouden tip geeft bijvoorbeeld, dan snapt je lezer, hé, deze persoon weet waar hij het over heeft, kan mij echt helpen. En dat is soms een sterk ingrediënt van een sales letter. Dat zijn die tips die in Peters en sales letter stonden. Even kijken. Stephanie, zou je dadelijk alsjeblieft iets willen zeggen over het bereiken van de juiste doelgroep op Facebook? En vooral een goed bereik halen. En aan welk budget per dag moeten we dan denken om conversies te bereiken? Nou, Marion heeft ook zitten stoeien met Facebook. Stephanie, jij stoeit met Facebook. Ingrid is bezig met Facebook. Ik weet niet of ze er is.
Nog een aantal mensen zijn daar net mee begonnen. Dus misschien goed om het nu even te hebben over Facebook. Even kijken hoor. Stephanie, jij hebt een opt-in incentive, je hebt een landingspagina en je hebt een instapproduct. Ja, dus dat klopt allemaal. Nou, dat is hartstikke goed. Bij Facebook moet je met een aantal dingen rekening houden. Het Facebook-algoritme zoekt op het moment dat jij een advertentie hebt gemaakt, aan de hand van de doelstellingen die jij hebt ingesteld bij je advertentie, zoekt die naar resultaten in de gebruikersdatabase van Facebook. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door te kijken, wat heb jij ingesteld als doel? Nou, als het goed is, heb je je advertentie zo ingesteld dat die als doel heeft optimaliseren voor conversies. Oké? Dus als je de advertentie aanmaakt, moet je altijd een advertentie maken die is ingesteld op conversies. En vervolgens moet je ervoor zorgen dat je de Facebook Pixel installeert op je landingspagina en op de pagina van je low-end aanbod en op de pagina van je upsell. Zodat jij aan Facebook kunt laten weten, een conversie is iemand die op mijn landingspagina is begonnen en daarna op zijn minst mijn aanbod heeft bereikt. Want dan heeft hij zich ingeschreven. Dat is de enige manier waarop hij daar terecht kan komen. Dus Facebook weet, hey, deze persoon is op de bedankpagina terechtgekomen. Dus die heeft zich ingeschreven. Dus dat is een conversie. Dat is het eerste meest belangrijke punt voor Facebook. Je moet Facebook voorzien van data. Dus je maakt een advertentie aan die ingesteld is op conversies. En vervolgens stel je in dat Facebook optimaliseert voor conversies. Dan is het volgende heel belangrijk om te onthouden. Als je je stelt bij Facebook altijd een budget in per dag. Hierover komt overigens heel binnenkort een hele uitgebreide training uit. Daar ben ik al best een tijd mee bezig. En dat wordt heel in-depth, maar dat is veel werk, dus dat duurt eventjes. Maar daarom probeer ik het nu even in een notendop te vertellen. Facebook heeft een budget per dag, dat stel jij in. Dat budget, dat bepaalt hoeveel ruimte het algoritme van Facebook heeft om te proberen de juiste mensen te vinden. Okay? Dus stel dat jij maar 10 euro per dag instelt, iedere keer dat jouw advertentie verschijnt voor iemand, dan kost dat een paar cent. Je denkt misschien dat je betaalt voor een klik, maar eigenlijk betaal je voor de weergave. En dat is een ingewikkelde formule, waardoor uiteindelijk Facebook wel de kosten voor een klik berekent en die laat zien als jouw CPC, zoals dat heet, jouw kosten per klik. Maar je moet je realiseren dat elke keer dat Facebook jouw advertentie laat zien, dat in principe een bepaalde kost heeft. Dat betekent dat het algoritme weet, hey, deze persoon heeft 10 euro per dag aan ruimte aan mij gegeven. Oh, dan weet ik dus dat ik niet onbeperkt die advertentie kan laten zien. Ik kan hem maar laten zien voor 10 euro. Dus in die hele grote gebruikersdatabase moet die op zoek gaan naar mensen die een conversie opleveren, die stap zetten van landingspagina naar bedankpagina. Dus hij laat die advertentie een paar keer zien. Maar in die gigantische gebruikersdatabase schiet hij, dan heb je het over miljoenen gebruikers, schiet hij voor 10 euro per dag mis. Pakt hij elke keer mensen die niet interessant zijn. Dus niemand schrijft zich in. Dit is de reden waarom we in Facebook targeting gebruiken. Om ervoor te zorgen dat in de eerste instantie, als Facebook begint met het laten zien van jouw advertentie, dat die zo dicht mogelijk bij de warme doelgroep komt. Zodat die zo snel mogelijk een paar keer raak schiet. Okay? Heel veel mensen denken dat je targeting voor de lange termijn ook het verschil maakt. Nee, targeting is bedoeld voor de korte termijn. Het instellen waar jouw advertentie in de eerste instantie moet verschijnen bij wat voor mensen. Dat is waar targeting voor is. Want wat gebeurt er? Stel dat jij, Stephanie, in jouw geval gaat het over gezondheid. Dat is, jij zit in de gezondheidsmarkt. Daar ben je niet de enige in vandaag, dus dat is misschien wel handig. In de gezondheidsmarkt betekent dat jouw advertentie dus getoond wordt aan mensen met een gezondheidsuitdaging, bijvoorbeeld. Als jij dus in je targeting hebt gezegd tegen Facebook, mijn advertentie moet niet naar de hele database van Facebook gaan. Nee, hij moet naar dit stukje van mensen met gezondheidsuitdagingen gaan. Dan ineens heeft Facebook een eerste duidelijke richting om in te richten. Dus binnen dat segment mensen met gezondheidsuitdagingen gaat die advertentie een paar keer laten zien. En ineens zitten daar twee mensen tussen die hierop klikken en die zich inschrijven. Okay? Dus misschien klikken er 10 mensen en schrijven zich 2 in. En dan zegt Facebook,
Yes, Bate. Die twee mensen, wat hebben die met elkaar gemeen? Oh, wacht eens even. Ze zijn allebei tussen de 40 en de 50 jaar oud. Oké, hartstikke goed. Facebook doet dan de aanname dat dat een interessant gedeelte is van dat segment waar jij in target. Dus, wat doet hij daarna? Hij laat hem aan, voor de volgende 10 euro, de volgende dag, laat hij hem aan wat meer mensen tussen die leeftijd zien. Dus in jouw segment van mensen met gezondheidsuitdagingen, gaat hij nu alleen maar voor dat stukje mensen tussen de 40 en de 50 jaar oud. Gaat hij even daarin prikken. Ah, dan krijgt hij er nog een paar. Nu heeft hij er 3. Oké, maar hij heeft misschien nog 5 euro van het budget over. Nou, dan gaat hij weer in de breedte zoeken in dat segment. Oh, ik zie dat niet alleen mensen tussen de 40 en de 50 jaar een interessant stukje zijn die zich daadwerkelijk inschrijven. Maar ik zie ook dat specifiek mensen in dit gedeelte van Nederland, bijvoorbeeld in de Randstad, makkelijker reageren op deze advertentie dan mensen buiten de Randstad. Oké, dus nu laat ik hem zien aan mensen tussen de 40 en de 50 en ook wat meer in de Randstad. En zo gaat hij op zoek naar de gemene delers die mensen binnen jouw segment tonen. En dit is wat hij allemaal opslaat in jouw account. Hè, in specifiek in jouw pixel. Dat is het stukje van Facebook waar die data in opslaat. En hij schetst een plaatje in die pixel, schetst hij een plaatje van jouw ideale doelgroep. Van wie er bij jouw doelgroep wordt. Van wat voor een eigenschappen die hebben. Dus wat voor een informatie die in hun profiel hebben. En wat voor surfgedrag, wat Facebook ook meet, zij hebben. Wat voor dingen ze liken, waar ze op reageren, waar ze interesse mee hebben. Duizenden van dat soort eigenschappen, die vergelijkt die allemaal met elkaar en daarin gaat die zoeken. Oké? Dus jij had het over targeting. Ik pak even je specifieke vraag terug. Het bereiken van de juiste doelgroep. Ja, dit was waar het over ging. Dus waar het om gaat is, en dit zijn dus de twee belangrijkste punten. In de eerste instantie moet je zorgen dat het juiste segment in het begin bereikt wordt. En het tweede punt is dat je voldoende budget geeft. Ja, dat blijft een lastig punt. Voldoende budget geeft aan dat algoritme om fouten te maken. Dus voor 10 euro per dag, als jij voor 10 euro per dag maar 1 inschrijving binnen kunt krijgen, dan kan Facebook niet de gemene deler tussen de keren dat hij raak schiet ontdekken. Dat is waarom je in het begin best wel hevig moet investeren in Facebook, om later de vruchten ervan te plukken. En dit is voor veel beginnende ondernemers heel erg moeilijk, want dan heb je nauwelijks budget. En daarom is Facebook zo uitdagend. Wat je daarom wil doen, is het volgende. Je moet proberen te achterhalen wat een realistisch bedrag is voor een conversie in jouw account. En dat kan bijvoorbeeld 5 euro voor een inschrijving zijn, of 1 euro voor een inschrijving zijn, of iets in die richting. Vervolgens wil je het dagbudget van Facebook, het budget wat je de campagne geeft, of de advertentiegroep geeft, wil je minimaal zo hoog maken dat die conversie daar een aantal keer voor kan plaatsvinden. Dus als bij jou een inschrijving 5 euro kost, dan wil je dat je minstens 10, 15 euro dagbudget, misschien zelfs 20 euro dagbudget, zodat dat 2, 3, 4 keer kan gebeuren in een dag, zodat Facebook iets heeft om op te varen, om op te sturen. Want als je dat budget te klein houdt, terwijl de kosten van een conversie te hoog zijn, dan kan Facebook geen conclusies trekken en dan blijft hij eigenlijk te breed schieten en dan komen de resultaten niet en dan heb jij het idee dat je elke dag 10, 20 euro uitgeeft of geld uitgeeft en dan nooit iets voor terugkomt en dat Facebook dus niet werkt. Terwijl als je in het begin wat meer investeert, meer ruimte geeft, daardoor de conversies ziet binnenkomen, dan geef je Facebook de informatie die hij nodig heeft en dan kan hij daar op termijn steeds beter op gaan richten. Oké? Nogmaals, hier komt binnenkort diepgaande materiaal over beschikbaar, want dit is niet iets wat we in 5 minuten eventjes uit kunnen leggen. Maar dit is het begin. Overigens, dit staat of valt allemaal met het juist installeren van de Facebook Pixel. En daar wil ik nog heel eventjes concreet op ingaan. Marjon, wij hebben het hier gisteren nog eventjes over gehad. Ik denk dat dat stukje voor heel veel mensen van waarde kan zijn. Dus ik deel nog even mijn scherm om je te laten zien hoe je met Thrive de Facebook Pixel op de juiste manier instelt. Oké? Dus ik pak het er even bij. Klein momentje.
Zo. En even een Facebook Ads account. Zo, ik deel even mijn scherm. En dan zie je hier een van mijn ad-accounts. Ik heb er meerdere. Die gebruik ik eventjes als voorbeeld. Waar je in de eerste instantie naartoe moet, is dit menu hier. Oké? De Ads Manager. En dan klapt het menu uit. Maar die pakt alleen de dingen die je regelmatig hebt gebruikt. Dus dan moet je even hier op All Tools klikken als je daar niks te zien hebt. En vervolgens zie je hier in dit middelste menu, zie je pixels staan. Daar klik je op. En dan krijg je hier, Marjon, voortaan kun jij dus in deze opname van dit toepassingswebinar, kun jij deze uitleg dus terug gaan vinden. En dat geldt voor iedereen. Vervolgens kun je hier zien dat er voor dit account een pixel is. Als je nog geen pixel hebt, dit is waarmee Facebook meet. Dus dan kun je in dit gedeelte kun je een nieuwe data source toevoegen en even de stappen doorlopen een pixel aanmaken. Als die pixel helemaal is, dan staat die hier. Dus bij mij heet die online omzetspixel. Daar klik ik op. En dan heb ik hier, de data die hier laat zien is niet zo belangrijk. Waar het om gaat is dat hier een knopje zit voor het installeren van die pixel. En daar klikken we op. Klikken we op pixel installeren. En dan krijgen we dit schermpje te zien. En dan willen we handmatig, manually, zelf die code installeren. Dus daar klikken we op. En dan krijgen we een schermpje waarin hier in het midden die hele Facebook pixel code te zien is. Daar klikken we op om hem te kopiëren. Nu is die gekopieerd. En dan ga ik eventjes naar mijn eigen website. He, dus je ziet hier de homepage van Online Omzet. En die open ik eventjes met Thrive Architect, zodat ik aan jullie kan laten zien als je dus die landingspagina in bijvoorbeeld je sales site hebt, of als je Thrive in je eigen website hebt, hoe je bij je opt-in pagina, je landingspagina en je verkooppagina, je salespage, hoe je daar die pixel aan toevoegt. Dat doe je door, als je de pagina hebt geopend in de Thrive Architect, zoals hier, dan ga je in de eerste instantie naar dit wieltje hier met instellingen. En dan ga je naar geavanceerde instellingen. En dan ga je naar het kopje Custom Scripts. Oké, dit is waar het allemaal om draait. Daar klik je op en dan zie je hier dat je een stukje heading hebt, een stukje body hebt en een stukje footer hebt. Dat is niet zo belangrijk wat dat technisch precies betekent. Maar als we teruggaan naar die Facebook Pixel interface, dan zie je dat hier in de omschrijving staat: paste the pixel code at the bottom of the header section, just above the slash head tag. Oké? Okay? In andere woorden, deze code moet in wat ze de heading noemen. En hij moet voor het einde van die heading, dat betekent de slash, moet die komen te staan. Nogmaals, dit is technisch niet belangrijk als je dit niet precies snapt. Maar waar het om gaat is dat als we in deze pagina zitten, dat we hier zien header script before the slash head tag. Dat is precies wat daar in die omschrijving stond. Dus hier plakken we die code in. Oké? Okay? Vervolgens slaan we de pagina op. En dan kan Facebook vanaf nu zien wie er op. Nou, ik zie dat hij het niet doet bij mij, dus er zal wel een reden voor zijn. Dat is iets niet goed. Maar normaal gesproken kun je dit opslaan. En dan kan Facebook vanaf dat moment zien welke gebruiker er vanaf jouw advertentie op die pagina terecht is gekomen. Oké? En vervolgens wil je op de bedankpagina, wil je nadat ze zich hebben ingeschreven, wil je die code ook plakken op dezelfde manier. Maar dan wil je ook nog eens toevoegen dat Facebook snapt dat dat een conversie is. Dat mensen jouw bedankpagina hebben bereikt op het moment dat ze zich hebben ingeschreven. En dat zien we wederom in dit instellingenschermpje. Dan ga je door naar het volgende scherm. Dus je hebt nu die pixelcode geïnstalleerd. En dan zeg je continue. En dan kom je bij events die je kunt tracken. Oké? Nogmaals, hoe dit allemaal werkt is misschien te technisch voor je. Niet belangrijk. Waar het om gaat is dat we in dit geval willen
zichtbaar willen maken in Facebook wie zich heeft ingeschreven. Dus we willen een naam geven aan de gebeurtenis dat iemand die bedankbaarheid bereikt. En ik noem dat het liefste ofwel een registratie ofwel een lead. Okay? Registratie zie je, hij staat hier automatisch op gebeurtenissen die met e-commerce te maken hebben. Dat is heel onhandig, want wij doen niet aan e-commerce. Maar goed, registratie zie je hier staan. En lead, dan moet je dit drop-downtje eventjes instellen op professional services bijvoorbeeld. En dan zien we hier in dit drop-down zien we lead staan. Ze werken hetzelfde. Als je dit uitklapt en je scrolt een stukje naar beneden, dan zie je hier een klein stukje code. Okay? Dit kleine stukje code, dat kopieer je weer. En dat plak je op de pagina. En kijk, hier zegt hij weer waar het moet komen. Deze moet na de slash head tag komen. Okay? Dus de code die we net hebben geplakt moest voor de slash head. En deze moet na de slash head. Dus we gaan weer terug naar die pagina. Even kijken, hier had ik hem. En we zien dat dit stukje tekst waar we die hele code in hebben gezet, die komt voor de slash head. Dus daar moet deze conversie tag niet in terechtkomen. Hij moet na de slash head komen. En na de slash head begint, en dat is voor degene die dit niet weten misschien technisch, maar daarna begint wat we de body noemen. Dus na de slash head is hetzelfde als het begin van de body. Dus plakken we nu dit stukje code in de body tag. Oké? Okay? En nu, nogmaals, het is belangrijk dat je realiseert dat dit een voorbeeld is, maar dat dit stukje moet dus niet op die homepage komen of op die landingspagina. Dit stukje moet alleen op die bedankpagina komen. Dus ik doe even net alsof dit een bedankpagina is met een sales letter erop. He, we willen meten dat iemand zich heeft ingeschreven op onze e-maillijst. Dus op die pagina zetten we zowel de Facebook pixelcode als deze conversiecode die bijhoudt dat we een lead hebben gevangen. Oké? Dat stukje wilde ik eventjes laten zien, zodat jullie dat weten. Dat sla je vervolgens op. En dan is het volgende belangrijk om te doen in de Facebook interface. In de Ads Manager heb je de weergave van allerlei verschillende kolommen. En zoals je ziet, staat er bij mij onder andere een kolom genaamd website leads in. Okay? In dit testaccount zit daar nog nauwelijks data in, want ik gebruik dit account eigenlijk niet meer. Maar het is wel een goed voorbeeld. Op het moment dat er leads binnenkomen en je hebt die leads nu getracked met die code, dan komt dat in deze kolom te staan. En dan kun je dus ook, zoals je hier ziet, de kosten per lead zien. Nou, hoe stel je dat nou in? Hier is een drop-down menu genaamd kolommen. Die open je en dan kun je hier kolommen instellen of customize columns aanklikken. En dan krijg je een menu te zien. En dan zie je hier aan de zijkant dat er op dit moment 15 kolommen weergegeven worden. Oké, dus als je hier naar beneden scrolt, zie je al die verschillende dingen staan. En dan zie je bij mij hier website leads en kosten per lead bijvoorbeeld, waardoor ik dat kan uitlezen. Als dat er bij jou niet staat, dan kun je simpelweg naar dit kopje conversions gaan en dan zie je hier een hele lijst met dingen die je kunt toevoegen aan die kolommen. En in dit geval gaat het om leads, die vink je aan. Dan komen ze hier te staan, dan kun je de volgorde nog veranderen als je dat zou willen. En dan kun je dat opslaan als preset. En die kun je een naam geven. Ik geef die dan vaak de naam conversions, zodat als ik deze kolommeninstelling weergeef in Facebook, dat ik dan makkelijk de conversies kan zien. Als je die vervolgens op hebt geslagen, dan krijg je dit te zien en dan kun je zelfs nog met dit drop-downtje hier op Set as Default klikken, zodat voortaan als jij de Facebook interface opent, er altijd standaard jouw conversies in staan. Oké? Dat is een dingetje wat ik graag eventjes duidelijk wilde maken, want dit is heel erg belangrijk. Even kijken, nou, Stephanie, dit betreffende Facebook denk ik dat dit je uit de voeten kan helpen. Annemiek, als ik dit lees, dan zie ik in het eerste deel een stuk voor de eindgebruiker. Dus iemand die met overigens het laatste deel is meer gericht op multilevel marketing. Klopt dat? Annemiek, dat klopt. Dat is Peter zijn markt. Dat is dus de reden dat jou dat opvalt, is omdat Peter op enig moment te veel ging praten over het bedrijf en het product. En daardoor ging het opvallen dat het gaat om een multilevel marketing systeem. Maar we willen in de eerste instantie, Peter, dat is misschien een goed punt, ik raad jou ook niet aan
om te beginnen met het multilevel marketing aspect van Herbalife. Ik raad je aan te beginnen met het verkopen van een Herbalife product, zodat mensen daar rustig aan eens kennis mee kunnen maken en erachter komen dat ze het erg goede producten vinden die zich kunnen bewijzen. Vervolgens kun je in jouw e-mail marketing op de lange termijn voor diegenen die daar interesse in hebben ook aan werving gaan doen voor distributeurs. Stephanie, ja, wat je al zegt, jij vond het ook een uitdaging om een sales letter te maken. Je hebt een video gemaakt. Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat video echt mega krachtig is. Het is ook moeilijker. Dit is de reden dat heel veel mensen het niet doen. Het is echt aanzienlijk moeilijker om een goede video te maken dan een stuk tekst te schrijven. Het is al heel moeilijk om de tekst te schrijven, hè, dus om het script te maken. Maar om het daarna ook nog eens op een natuurlijke manier en een goede structuur en een vlotte manier van communiceren met de juiste lichaamstaal en de juiste uitdrukking enzovoorts. Dus nou ja, het is niet per se heel moeilijk, maar het kost wel oefening. Je moet dit een aantal keer doen. En nogmaals, dit is wederom lastig, maar als je dat eenmaal één keer goed doet en het converteert, dan heb je dus een omzetstroom en die video blijft het werk doen. Dus dit is de moeite waard. Bedankt Marion voor het compliment over de bespreking van de sales letter. Ja, heel fijn om te horen dat kwartje valt bij jullie. Dat jullie ook zien hoe belangrijk dit is. Want dit is je superpower als ondernemer. Dit moet je honen, deze skill. Hier moet je aan werken. En gelukkig doen jullie dit ook. Want ik zie dit bij jullie terug. Veel van jullie komen met regelmaat bij ons aan met versies van hun sales letters, versies van hun opt-in pagina's, versies van hun bedankpagina's. En dat moedig ik aan. Als je iets hebt, stuur het ons toe. Zodat we even kunnen kijken. Zodat we tegen je kunnen zeggen, let hier nog even op. Let daar nog even op. Okay? Dat is precies de weg naar succes die je wilt bewandelen. Even kijken. Sales letter heb jij nog niet gehad, Annemiek? Nee, klopt. Week 1 gaat over de opt-in incentive. Dus als je dat schema erbij pakt, dan zie je dat eigenlijk week 1 van het traject gaat over die eerste 3 witte vlakjes. Dus wat is het probleem van je doelgroep? Wat is de oplossing die jij hebt voor die doelgroep? En hoe kun je een stukje van die oplossing die jij hebt in de vorm van concrete waarde ruilen voor contactgegevens? Dat zijn de 3 hoofdvragen van de eerste module. En daarnaast geven we in de eerste module veel uitleg over het traject en over hoe je moet nadenken over online marketing, hoe conversie in zijn werk gaat, een stukje psychologie. Maar dat zijn de 3 hoofdvragen. Stephanie, jij zegt ik heb conversie gekozen en daarna ongeveer 6 interesses in de doelgroep gekozen en voor Nederland en België gekozen. Heel goed. Als je nou, ik weet niet wat jouw dagbudget is, maar als je nou een klein dagbudget hebt en je merkt dat er nog niet zoveel conversies uitkomen in het begin, of dat ze relatief duur zijn, dan betekent dat Facebook nog te breed moet schieten in het begin. En dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om nog niet meteen Nederland en België te pakken, maar bijvoorbeeld eerst alleen België, want jij bent zelf Belse, als ik me niet vergis. Dus daar zou je mee kunnen beginnen. Als hij dan wel conversies voor een betere prijs binnenhaalt, dan haalt hij ook data in over wat voor type mensen dat zijn. En die data is ook geldig voor Nederland, dus vervolgens kun je later uitbreiden. Dat zou je kunnen kiezen. Pixels hadden jullie nog niet ingesteld, zie ik hier. Niemand mag beginnen met Facebook adverteren zonder de pixels te hebben ingesteld, oké? Okay? Laten we dat even heel erg duidelijk maken. Vanaf nu is het verboden om Facebook aan te zetten zonder de pixel goed te hebben geïnstalleerd. Als je niet zeker weet of je het goed hebt gedaan, stuur het ons alsjeblieft toe. Kijken we het na. Richard, ik moet de Facebook pixel op mijn homepage staan van mijn webshop. Zodra mijn nieuwe landingspagina is gecreëerd, moet ik dus mijn Facebook pixel daarop instellen. Ja en ja. Je Facebook pixel zonder conversies. Hè? Dus ik heb net laten zien wat de pixel is. Dat is dat lange stukje code. Die geeft algemene data van bezoekers terug aan Facebook. En je hebt de conversiecodes. Dat zijn die extra stukjes code die zeggen, hey, als iemand op deze pagina terecht is gekomen, dan heeft hij geconverteerd. Bijvoorbeeld doordat hij zich heeft ingeschreven, of bijvoorbeeld doordat hij iets heeft gekocht en daarna op de bedankpagina na de aankoop is gekomen. De pixel zonder conversies moet op alle pagina's van je website staan. Waarom? Omdat Facebook dan data krijgt over jouw bezoekers. Ook als ze ergens anders vandaan komen.
Dus hij kan dan een plaatje gaan schetsen met, hey, wat voor mensen bezoeken jouw website? Wie zijn dus jouw bezoekers? Wie is dus jouw doelgroep? Dus hij leert steeds meer over jouw doelgroep. Dit is mega krachtig. Dus zet altijd standaard je Facebook pixel site-wide. Dus op alle pagina's van je site. De meeste websitesystemen zoals WordPress of WordPress thema's hebben een functie dat je header codes kunt injecteren in je hele website. Oké? Dus dan kun je eigenlijk net zoals wat ik net liet zien bij Thrive, dat kun je dan zo instellen, maar dan voor je hele site. Dat op alle pagina's die Facebook pixel code komt te staan. En dan hoef je alleen nog maar dat extra conversiestukje toe te voegen aan de pagina nadat mensen hebben geconfronteerd. Daar moet ik jullie meteen bij waarschuwen. Wij werken allemaal veel met Thrive. Als je een Thrive landingspagina gebruikt, dan overschrijft die normaal gesproken de hele code van je website. Dus dan, als je dan in je website hebt ingesteld dat overal die Facebook pixel code moet komen, dat doet hij dan weer niet op zo'n Thrive landingspagina. Dus dan moet je het nog wel even handmatig toevoegen zoals ik net heb laten zien. Van deze Q&A call komt straks weer een opname in de programmaomgeving. Dus zolang er geen apart trainingsmateriaal is over Facebook ads, kun je hier in die uitleg terugvinden. Annemiek, je kunt je Facebook pixel op meerdere pagina's kwijt. Ja, precies. Ja, ik gaf ook al antwoord, dat klopt. Stephanie, targeting is dat interesses van de doelgroep instellen. Ja, ook. Targeting betekent letterlijk richten. Hè? Dus je richt je op je doelgroep. En de interesses van je doelgroep, je richten op een doelgroep met bepaalde interesses, is een vorm van targeting. Dus Facebook kan op meerdere manieren een bepaalde doelgroep bereiken. Interesses is één manier. Dat is wat jij al hebt gedaan. Dan vul je eigenschappen van je doelgroep in. En dan geeft die suggesties weer. En dan kun je die selecteren. Hè? Dus dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor... bijvoorbeeld in het geval van Peter kun je kiezen voor mensen die Herbalife als interesse hebben. Hè? Die doelgroep is er, dat weet ik toevallig. Maar een andere manier is iets waar bijvoorbeeld Marion mee bezig is geweest, zijn zogenaamde lookalike audiences. Dus wat je ook kunt doen is, als jij al een e-maillijst met geïnteresseerde mensen hebt, dan kun je die e-maillijst uploaden naar Facebook. Dat kan ook weer bij het onderdeel doelgroepen, audiences. En dan kun je vervolgens zeggen, hey, Facebook, ga jij eens op zoek naar alle Facebook-accounts gerelateerd aan deze mensen die je kunt vinden. Oké, dat doet hij dan. Dan heeft hij op een gegeven moment een doelgroep gemaakt daarvan. En dan kun je vervolgens een zogenaamde lookalike instellen. En die lookalike die gaat op zoek naar andere Facebook-accounts die lijken op de Facebook-accounts uit jouw doelgroep. Dat is ook een manier om te targeten. En nog een manier om te targeten is wat ik net uitlegde over die Facebook-pixel die je op alle pagina's van je website zet. Waardoor Facebook een heel duidelijk plaatje krijgt over wat voor type gebruiker jouw website bezoekt. Want wat hij daardoor kan, is hij kan zien als iemand jouw website bereikt, wie dat is, wiens Facebook-account daarbij hoort, als die is ingelogd in Facebook tenminste. Dus dan zegt die pixel, hey, Pietje is vandaag op de website van Stephanie gekomen. En hij heeft de homepage bezocht en hij heeft die pagina en hij heeft dat product gezien en daarna is hij weggegaan. Dan weet Facebook weet voortaan, hey, Pietje heeft daar misschien wel interesse in. Dus Pietje die is misschien wel onderdeel van die doelgroep. Dus dat slaat hij op in jouw pixel. En vervolgens als jij dan gaat targeten, dan kun jij ook instellen, ik wil graag mensen die op mijn website zijn geweest. Hè? Dus page views noem je dat. Die wil ik targeten. En daar kun je ook weer een lookalike audience van maken. Dus ik wil niet alleen mensen die op mijn site zijn geweest targeten. Nee, ik wil ook nog mensen targeten die lijken qua profiel op mensen die op mijn website zijn geweest. Dit zijn geavanceerde strategieën en daar komen we in de toekomst. Gaan we daar dieper op in. Heb je één pixel nodig voor verschillende pagina's of voor elke pagina een pixel? Het is een verwarrende term, Peter. Daar ben ik me van bewust. De pixel is dat stukje code. En je hebt één stukje code per Facebook account. Dus je wil dat ene stukje code, daar staat ook een lang cijfer in. En dat lange cijfer, dat is jouw ID, dat is gekoppeld aan jouw gebruiksaccount. Dat stukje code, dat is op elke pagina hetzelfde. Die wil je in heel je website laten zien. Okay? Dus dat is dus één pixel. En jij hebt één pixel voor jouw hele account en die moet op heel jouw website staan. Wat per doel verschillend is bijvoorbeeld als mensen een bedankpagina hebben bereikt en dus bewijzen dat ze zich hebben ingeschreven of iets hebben gekocht, dan wil je daar een conversiepixeltje instellen. Dat is dat extra stukje code wat ik je heb laten zien.
Stephanie, jullie gaan dit nu toevoegen. Super, heel goed en heel belangrijk. Manon, staat dit Facebook Pixel verhaal ook op de site van online marketing? Van, ik neem aan van online omzet, ik neem aan van het programma, dat je dat bedoelt. Ik heb een toepassingswebinar in het programma. En dat is het toepassingswebinar van week 5, als ik me niet vergis. Waarin ik dit allemaal laat zien. Als ik me niet vergis, is dat onderdeel van die training. Dus dat toepassingswebinar, dat is misschien nog niet geweest voor jou. Dat hangt af van hoe lang je in het programma zit. Hè? Maar dan moet je dus maar eventjes kijken of dat die al beschikbaar is bij. Als dat niet zo is, dan betekent dat je die week nog niet hebt bereikt. Dat betekent dat je nog bij andere onderdelen van het programma bent. En dat betekent dat daar eerst je focus op moet liggen. Facebook komt pas als je traject staat. Jennifer, dus als ik het goed begrijp, kan ik beter video opnemen? In bijna alle gevallen wel. In bijna alle gevallen, er zijn uitzonderingen, werkt video beter omdat het persoonlijker is. Dus dat is inderdaad wat ik je aanraad. Stephanie, het was spannend, maar ik ben nu wel erg blij met mijn video. Ik heb het idee dat mensen dit fijn vinden. Ik heb jouw video volgens mij een stukje gezien. En dat was een goed voorbeeld, vond ik. Je hebt, het is nog een beetje, qua bijvoorbeeld beeldkwaliteit is het nog niet geweldig. Maar de inhoud is mega sterk. En dit is een beetje, iemand heeft dit dus ooit eens heel mooi verwoord, ik weet niet meer wie, die zei, de beste manier om te bewijzen dat je mensen kunt helpen, is door ze daadwerkelijk te helpen. En dat is wat jij doet. Dus je hebt een geweldige video gemaakt, waarin je daadwerkelijk wat waarde biedt, waardoor mensen die dat zien, en dat is dus ook, wat is het woord daarvoor? Dat is dus ook oprecht. Jij bent oprecht bezig met jouw doelgroep iets bijbrengen, iets uitleggen. Dus van waarde voorzien. En daar is je doelgroep gevoelig voor. Die zijn niet gek. Die weten dat jij dat aan het doen bent en die zijn daar blij mee. Die waarderen dat. En omdat ze dat waarderen, staan ze in de toekomst open voor jouw boodschap. Stephanie, het was spannend, maar... Ja, nee, daar heb ik net beantwoord. Ja, Jennifer... Ja, hartstikke goed. Jullie zijn gewoon heel erg goed bezig. Het feit dat je open staat voor jezelf blootgeven op video, want dat is gewoon spannend in het begin. Als je die stap alleen al zet, is gewoon, dan spreek ik mijn respect voor je uit. Want dit is waar heel veel mensen afhaken, omdat het dan ineens allemaal te moeilijk voor ze wordt. Want dan moeten ze ineens moeite gaan doen voor hun bedrijf. En dan denken ze, nee, daar begin ik niet aan. En nogmaals, als jij een bedrijf hebt waarbij video raar zou zijn, of daar helemaal niet bij past, het is geen must. En ik wil je ook zeker niet zeggen dat je nu per se een video moet gaan maken en dat het alleen nog maar daarvan afhangt. Maar helemaal als je het hebt over diensten, over persoonlijke diensten, over coaching, over dat soort diensten, dan is video gewoon verreweg het krachtigste medium. Goed, dat waren de vragen in de chat tot zover. Ik heb nog 10 minuutjes, dus ik zal even kijken of ik nog andere dingen kan behandelen voordat ik er een eind aan brei. Even een slokje water. Ah, ik heb nog een goeie van Marion. Marion, jij hebt gevraagd. Jij zei in de vorige Q&A raadde je aan om op je blogs een verwijzing naar je opt-in incentive te zetten. Ik heb vele blogs op mijn website die zorgen voor bezoekers die hun info halen en verder niets doen. Dus dat is een goed idee. Hoe pak ik dit aan? Ja, yes, dit is een waanzinnige vraag. Ik hoopte al dat iemand hier op enig moment mee zou komen. Ik ben al een tijdje van plan om het hierover te gaan hebben. Het is er niet van gekomen en nu gaan we dat even in 10 minuten er doorheen rammen. Dus spits de oren, want dit is een tof en belangrijk ding als je blogt. En als je nog niet blogt, dan is dit de uitleg over waar de kracht van bloggen hem in zit. Dus we gaan meteen starten. Ik deel even mijn scherm met jullie. Zo, en dan pak ik weer, waar is die gebleven? Hier pak ik weer even mijn site erbij. Dit is de online omzet homepage, zoals jullie zien. En hier zit ook een blog op. Daar heb ik allemaal nog niet zoveel mee gedaan, om de simpele reden dat ik heel erg ben van one thing at a time. En bij dit bedrijf ik heb meerdere bedrijven, dus dat is vrij druk. En bij dit bedrijf is de focus in de eerste instantie gegaan naar paid advertising. Maar ik heb dus, zoals je ziet, al wel een aantal artikelen live staan. Nou, deze vraag komt
is nu zo superleuk om te behandelen. Om de simpele reden dat dit in deze site ook nog niet staat, die aanpak. Dus ik kan jullie meteen eventjes laten zien hoe ik dat ga doen. En hoe dat in zijn werk gaat. Dus als ik dit artikel bijvoorbeeld open. Hè, een Google AdWords handleiding. Dat is een artikel over Google AdWords. Hè, dat is een flinke blog, zoals je ziet. Is erg uitgebreid. Daar is een reden voor. Uitgebreide, diepgaande, super waardevolle blogartikelen. Zo uitgebreid en zo lang mogelijk. Met veel rich content, zoals dit soort infographics, zoals dit soort dingetjes, zoals bullets, zoals noem het allemaal maar op. En zoals je hieronder ook zult zien, een bronnenlijst. Dit zijn dan niet zo heel veel bronnen, want dit komt uiteindelijk allemaal redelijk uit mijn hoofd. Dit zijn blogartikelen die op termijn goed kunnen gaan ranken in de zoekmachine. Maar zoals je ziet, komen mensen op deze blog, stel dat ze deze blog vinden in de zoekmachine, komen ze op deze pagina binnen, lezen ze wat ze willen lezen. En kunnen ze eigenlijk niet zoveel in eerste instantie. Ja, ze kunnen leuk delen op Facebook. Of ze kunnen zelf op eigen initiatief gaan klikken in mijn website. En dan kan ik hopen dat ze vanzelf op mijn homepage terechtkomen. En dan kan ik hopen dat ze op mijn homepage hier voor de gratis video's gaan. En zich dus inschrijven. Daar kan ik allemaal op hopen. Maar dat is niet daadwerkelijk ingesteld met een goede call to action. Nou, voor het instellen van een goede call to action hebben we een onderdeel van de Thrive Toolkit. En dat onderdeel van die Thrive Toolkit heet Thrive Leads. Hier heb je hem. Ik zal hem even openen. Oké, hier zie je Thrive Leads. Zoals je ziet is hier nog helemaal niks in zichtbaar. Dit is een lege interface, want het is kersvers, want ik heb het nog niet ingesteld voor deze blog. Wat Thrive Leads doet, is, het heet niet voor niet Thrive Leads. Het is de perfecte software om leads te genereren met je website, met je organische verkeer, met je blogbezoekers bijvoorbeeld. En wat je daarmee kunt doen, is je kunt op allerlei verschillende punten in jouw content, kun je zogenaamde call to actions invoeren. En laten we daar direct mee beginnen. Wat ik eerst moet aanmaken is een lead group. Ik zal de verdere toelichting allemaal nog heel even een beetje achterwege laten, want het wordt straks vanzelf duidelijk. Ik maak een lead group en ik noem die online omzet blog. Oké? Die voeg ik nu toe. Dan heb ik een lead group gemaakt. En vervolgens biedt dit mij de mogelijkheid om een opt-in formulier te maken. Een opt-in formulier zoals jullie inmiddels ook gewend zijn te maken met de Thrive Architect. Oké, dat werkt hetzelfde, aangezien het allemaal in dezelfde toolkit wordt. Dus ik klik op voeg een nieuw opt-in formulier toe. En hier zit nu de kracht van Thrive Leads. Zoals je ziet kan ik een opt-in formulier toevoegen wat in de content weergegeven wordt, dus in de tekst. Ik kan een opt-in formulier weergeven wat als pop-up wordt weergegeven. Ik kan een opt-in formulier toevoegen wat onder het blogartikel wordt weergegeven. Ik kan een opt-in formulier toevoegen wat als ribbon, dat is zo'n klein balkje boven of onderaan de pagina wat meescrolt, die kan ik toevoegen. Ik kan een zogenaamde screen filler toevoegen. Dat is een pop-up die het hele scherm vult. Ik kan een scroll mat toevoegen. Dat is een opt-in incentive of een opt-in formulier die helemaal boven, die de hele pagina vult, boven het artikel. En dan kunnen mensen vervolgens als ze scrollen, kunnen ze gewoon naar het artikel toe. Ik kan een slide in doen, een klein vlakje wat onder in beeld terechtkomt. En ik kan een widget doen. Dat is als je in WordPress gebruik maakt van een sidebar. Oké? En die sidebar, daar kun je dan vervolgens een widget inzetten waarin ook weer dat inschrijfformulier wordt weergegeven. In dit geval ga ik eventjes kiezen voor de in-content variant. Want die is omdat ik toevallig niet werk met een sidebar. En omdat ik niet zo hou van opdringerige pop-ups en dingen die in het scherm komen. En de leeservaring van mijn gebruiker in de weg gaat staan. Wat overigens heel belangrijk hierbij is. Is dat je ook moet oppassen met de hoeveelheid call to actions op je pagina. Dus hou het liefste bij één. En dan één goede, één krachtige. Bijvoorbeeld zo'n in-content is een hele goede. Of de widget. Als je dus werkt met een sidebar. Dan is de widget ook een hele goede. Oké, voor die opt-in.
Ik kies voor in-content, dus die selecteer ik. Heeft hij nogal moeite mee? Het idee dat de boel even vastloopt hier. Dus ik doe even een. Ik herlaat even die pagina om te kijken of het dan werkt. Zo. 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 Oké, klein moment. Dat ligt vaak aan mijn ontzettend agressieve firewall. Meestal. Omdat ik die websites heel erg heftig heb beveiligd, heb ik het tijdens de vorige Q&A call ook over gehad. Nu dat we die sales sites aan jullie aanbieden, is beveiliging nog veel belangrijker geworden. Dus we hebben nu een hele, hele agressieve firewall vandaag de dag. Oké. Dus ik moet even aan die firewall zeggen dat die mij met rust moet laten. Zo, dat is gelukt. Kom ik weer terug. Oké. Ja, dus zoals jullie zien, ik heb dus die online omzet blog lead group aangemaakt. En daar heb ik geselecteerd in content. Oké, en dat, meer heb ik nog niet gedaan hoor. Dus dan kom je hier terecht. Dit krijg je dan te zien. Oké. En vervolgens kan ik hier als volgende, hij zegt het al, next step, add a form. Dus ik kan hier nu een formulier aan gaan toevoegen. Dan klik ik daarop en krijg ik de mogelijkheid om een formulier te maken. En dan noem ik die de in-content blog opt-in of zo. He? Dus ik wil een opt-in formulier in de content van mijn artikelen weergeven. Oké? Vervolgens kan ik die designen met dit knopje. Edit design. En zoals je ziet, laat hij dat design in de gewone Thrive editor. En dat is hier zo fijn aan, want die kennen we langzamerhand. Dus daar kunnen we goed mee werken. En dan zie je dat hij hier een hoop voorbeelden geeft van hoe zo'n in-content opt-in eruit kan zien. He, dus dit is wat in de tekst van mijn site straks wordt geïnjecteerd. Dus ik neem even dit voorbeeldje die ik hier zie, maar je kunt van alles doen. Dus ik kies deze template. En zoals je ziet heb ik dan meteen een mooi voorbeeldje van een opt-in. Oké? Nou, ik kan hier een knop gebruiken en als mensen daarop klikken, dan kan ik bijvoorbeeld een pop-up laten weergeven waarlangs mensen zich kunnen inschrijven. Maar ik kan die knop ook verwijderen en zelf, net zoals dat jullie ook hebben geleerd, zelf lead generation hier in de editor toevoegen. Zodat mensen meteen een naam en een e-mail kunnen invoeren. Oké? Dan haal ik dit stukje tekst eventjes weg. En dan doe ik eventjes heel snel een klein beetje design. Zo, zodat alles er een klein beetje netjes uitziet. Zo, dan zien jullie ook meteen hoe ik met dit soort dingen omga. Dat is misschien leerzaam. Zo. Dan wil ik vervolgens de formulierelementen wil ik editen. Hier even. Zo, dat er wat minder ruimte tussen zit allemaal. Oh, dit mag wel ietsjes meer zijn. Dit mag ook ietsjes meer zijn. Oh. Zo. Ja, dat ziet er iets beter uit. Dan wil ik ook hier niet al te veel ruimte tussen. Zo, oké, dan heb ik een klein formuliertje gemaakt. Hoppakee, zodat het allemaal in één design past. Ik wil misschien deze contentbox nog een klein beetje omhoog. Zo, ik wil dat. Nou, dit ziet er op zich allemaal best goed uit. Dus stel dat dit mijn opt-in formulier wordt. Hè? Net zoals dat jullie op je landingspagina's formulieren hebben gemaakt, zodat als je bezoekers hebt via advertentie die op je landingspagina komen, dat die zich kunnen inschrijven voor je e-maillijst. Nou, datzelfde effect willen we natuurlijk bereiken met die gratis bezoekers die jouw blog hebben gevonden. Die gratis bezoekers die moeten dus zo laagdrempelig mogelijk de stap kunnen maken van het lezen en consumeren van jouw blogcontent naar het worden van inschrijver. Dus het ruilen van contactgegevens tegen iets van waarde. Dus we hebben hier hè, onze gratis opt-in incentive hebben we gepromoot. Dus 101 gratis tips over jouw onderwerp. Dus dit formulier is nu gemaakt. Dat sla ik nu op. Ik maak hem nog even niet mooier dan dit. Want dit is alleen nog maar eventjes een voorbeeldje. Oké, vervolgens
sluit ik deze editor af. Oké? En dan zie je een voorbeeld van dit design. Dus dit sluit ik nu af. Dan ben ik hier terug bij de pagina waar ik dat formulier heb toegevoegd. En vervolgens krijg ik de mogelijkheid om een trigger en een position in te stellen. En deze, die geeft aan wanneer we dit inschrijfformulier willen laten weergeven op de pagina. En dan kunnen we zeggen, ik wil hem graag weergeven op het moment dat de pagina laat. Of ik wil hem weergeven op het moment dat het gedeelte van de tekst waar die in staat, in beeld komt bij mensen. En dat geeft een beetje een effect van dat de ogen er naartoe getrokken worden. Zo van, ik ben een tekst aan het lezen, ik scroll een stukje verder. Ik kom bij het gedeelte waar mijn opt-in staat. En ineens verschijnt die opt-in en dat valt op. Waardoor mensen de neiging hebben er wat beter naar te kijken. Dus dat heeft mijn voorkeur. Dus die show when form enters viewport optie, die selecteer ik en ik sla dat op. En dan wil ik vervolgens selecteren na hoeveel paragrafen. Dit is een geweldige functie, knap van Thrive hoe ze dit maken. Na hoeveel paragrafen moet dit stukje, of moet dit formulier worden weergegeven? Nou, laten we dat eens doen na 4 paragrafen. Slaan we dat op. Oké, nu is dit formulier is zo ingesteld dat hij na 4 paragrafen verschijnt. Dus hij staat daar niet al. Nee, op het moment dat na de 4e paragraaf bij mij in beeld komt, dan verschijnt dit formulier. Dan ga ik terug naar het dashboard. Dit is nu opgeslagen. Nu moeten we nog even instellen of die op desktop en of die op mobiel moet worden weergegeven. Nou, in ons geval willen we dit voor nu even op zowel desktop als op mobiel. Naarmate je hier meer ervaring mee opdoet, dan kun je gaan kijken van oké, wat voor een type formulier staat nou beter op een mobiel scherm? En wat voor type formulier ziet er nou eigenlijk niet uit op een mobiel scherm? En dan kun je dat uitzetten en dan kun je ander type formulier aanmaken wat speciaal alleen bij mobiel aanstaat. Oké? Dus dat hebben we nu gedaan en hij staat nu aan. Oké? Nu kunnen we vervolgens hier bij dit tandwieltje gaan selecteren waar op mijn website dit formulier moet worden weergegeven. Nou, dat is natuurlijk in onze blog, dus in onze posts. Oké? Even kijken. Dan geeft hij alleen geen posts weer. Oh, hij geeft hier de categorieën weer. Oh ja, en hij geeft hier de losse posts. Sorry, dus wat ik wil doen is, ik wil hem bij mijn blogcategorieën wil ik hem weergeven. Dus ik heb 4 categorieën. Nou, podcast is niet zo handig, de webshops wel. Dus daar wil ik deze instellingen wil ik daarvoor laten gelden. In andere woorden, ik heb net ingesteld dat het formulier in een tekst na de 4e paragraaf komt. Maar mijn blog is ingedeeld in categorieën. En ik kan dus specifieke opt-in incentives maken die passen bij bepaalde onderwerpen van mijn blog. Dus bij bepaalde categorieën. In dit geval allemaal. Ik sla dat op. Oké? En ik, nu staat dit dus zo ingesteld. Dus dit is live. Dus ga ik nu terug naar mijn blog. Hè? Hier hebben we dat blogartikel. En herlaat ik de pagina. Kijk, dan ben ik nu bovenaan die pagina. En dan begin ik te scrollen. Ik zal dit eventjes weghalen. Zo. Dan begin ik te scrollen. En dan gaan we richting de 4e paragraaf. Eens kijken of het werkt. Hoppakee, zagen jullie het? Daar verscheen ineens dat formulier. En nu hebben we plotseling van onze blog een leadmachine gemaakt. Onze blog trekt iedere dag bezoekers. En die bezoekers die krijgen nu ineens via de content de mogelijkheid zich in te schrijven voor onze e-maillijst. Oké? Verder werkt het precies hetzelfde. En dan ga ik dus weer eventjes terug naar de ledenomgeving. En dan pak ik weer even. Pak ik weer even de downloads erbij. Dan zien we hier weer het schema. Wat is er nu gebeurd, dames en heren? Wat we hier zien in dit schema. Marion, het antwoord op jouw vraag is overigens ja. Hij staat nu in één keer op alle blogs. Dit is waarom dit zo'n geniaal programma is. We werken niet voor niks met Thrive, hè, dames en heren. Het is veruit het beste systeem. Maar wat is er nu gebeurd? Content, zoals we hier zien, draagt nu bij aan bezoekers. Bezoekers dragen bij aan de landingspagina die zorgt voor omzet. Hè?
En de upsells daarna zorgen ook voor omzet. Daar komt winst uit. Die winst kunnen we investeren in bijvoorbeeld freelance tekstenschrijvers die meer artikelen schrijven waar meer van gaat ranken in de zoekmachine. En als een prachtige harmonie komt alles samen en werkt dit hele systeem continu. Hop, 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 hop. En gaat het rond en rond. Oké. Dat was de laatste waar ik tijd voor had. Het is inmiddels 12 uur geweest en ik heb een andere afspraak. Dus ik moet jullie helaas gaan verlaten. Ik wilde even niet scherp stellen. Dit is super krachtig. En dit is waar de waarde van regelmatig uitgebreide, super goede blogartikelen schrijven zich terugvertaalt in opt-ins en dus in omzet en dus in winst. Oké? Ik moet er vandoor. Hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik vond het een erg leuke call. Inspirerend om te zien hoe hard jullie allemaal aan het knallen zijn. Echt heel tof. Mijn complimenten. Ook complimenten voor de ontzettend leuke in-depth vragen. Ik krijg er mega veel energie van. Wat mij heeft doen besluiten om niet 2 weken te wachten tot de volgende Q&A call, maar er volgende week weer een te doen. Dus volgende week vrijdag om 10:00 ochtends is de volgende Q&A call. Van 10 tot 12, hetzelfde verhaal, zit ik weer klaar. Zijn jullie van harte welkom. Ik hoop heel erg dat jullie de komende week weer van dit soort goede vragen insturen namen. Schroom niet, er zijn geen domme vragen. Stel alles wat je wil weten. Dan proberen we er weer zo diep mogelijk op in te gaan. En dan rest mij niets dan jullie te bedanken. Je een heel fijn weekend te wensen. En tot de volgende week. Hey, tot ziens, hè.